Kan je voorstellen dat je vrouw aan een ander man's piemel ruikt? Dat ze het zo zet, zo gewoon. Kijk, het is eng, hè? Ja, maar sinds kijk, je kijk, sfeer. Maar heel de sfeer veranderd. Hey, er is zoveel aan de hand in de wereld waar we over kunnen hebben. Maar hier aan tafel bespreken we alleen de belangrijkste zaken in het leven. Zoals seks, liefde, relatie tussen man, vrouw, vrouw, vrouw. Vul het maar in. Korte versie, welkom bij Gilly's Loveline. En check, als vrouw in een relatie met mij kan je me veel verwijten misschien. Misschien moet ik meer tijd voor je vrijmaken. Misschien moet ik meer geld maken. Misschien vind je dat er meer centimeters bij moeten. Maar waar je me niet op kan aanspreken, is het feit dat ik bomvol passie zit. Dus ik zou zomaar de nieuwste lid kunnen worden van de band die vandaag met mij is komen chillen. Passion. Ja, man. Marciano. Martin. Yes, sir. Alvin. Ja, welkom in Gilly's Loveline. En je ziet hoe ik stiekem aan het solliciteren ben. Hè? Ja, ja, ja. Zo'n mooie inkomertje, man. Weet je waarom? Vertel. Pokuma en Night Dog. Oké, oké. Jullie hoeven niet te bevestigen. Nog te ontkennen. We weten what's up. Kijk die stilte, I love it. Nee, ik maak grapje. Ik kan niet eens zingen, ik kan niet eens instrument spelen. Misap, dansie wel. Hebben jullie een dansie man nodig? Zo af en toe. Niet zo enthousiast. No, 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 no. Hey, heren, leuk dat jullie er zijn, man. Ja, toch. Passion, Kawina Groep, dat is Surinaamse muziek. Alleen jullie gooien nog een sausje overheen. Gooi het verhaal van Passion op me, wie? Ja, Passion bestaat eigenlijk al sinds 2003, denk ik. Maar toen was het nog niet serieus. We waren gewoon een beetje aan het zoeken. En gingen gewoon muziek spelen. En toen hebben we denk ik van 2003 tot en met 2005, denk ik, zoiets. Hebben we denk ik gespeeld. Toen zijn we gestopt. En toen hebben we eigenlijk best lang niks meer met Surinaams muziek gedaan. Toen heb ik, vooral ik en mijn broer hebben veel R&B dingen gedaan en zo. Maar je weet toch, je roots knagen altijd aan je. En ik weet nog dat een vriend van ons die zei van ja, ze zoeken een, iemand gaat trouwen die ik ken, ze zoeken een band. Laten we gewoon een beetje piki-piki, gewoon een beetje gaan spelen. En toen hebben we die dag hebben we gespeeld op die bruiloft. En eigenlijk op die bruiloft zelf hadden we opeens weer 2 of 3 boekingen erbij. Oké. Okay. En zo ging het weer lopen. En dan praat ik nu over 6 jaar geleden. Dus ik denk 6 jaar geleden hebben we het echt serieus opgepakt. En dat toen, jullie er echt voor zijn gegaan. Ja, als, man, toen gingen we ook Passion. Echt, ja, toen gingen we ook echt een plan bedenken van oké, hoe kunnen we het anders maken? Ja. Wat kunnen we doen dat we opvallen? En toen zijn we als het ware, toen kwam Shano met het idee van hé, je weet toch, Den Haag heeft veel Hindustanen. Je weet toch, laten we die mensen een beetje warm maken, snap je? Ja, ja. En toen gingen we eigenlijk Hindustanse liedjes gingen we spelen met de Kawina beat. En ja, eigenlijk toen we dat gingen doen, toen kwamen er nog meer boekingen bij, nog meer boekingen bij. En toen begonnen we zeg maar de hits, urban hits. Ik weet nog dat Cho had toen die track met Ik Mis Je, met LaRouche. En toen zei Shano, hey, laten we daar gewoon een soort Kauna remix van maken, Kawina remix. Toen hebben we dat gedaan. En serieus, we hadden het online gegooid. En de volgende dag belde Cho mij. Cho zei, hey, fuck, okay, je weet toch, ik sta op Kwaku, hoofdpodium. Kunnen jullie morgen meespelen? Ik zeg, tuurlijk, let's go, man. En daar is het volume geboren, zeg maar. Ja, van de... maar en sinds die, echt serieus, sinds die play, toch, Kwaku, was het klaar, man. Toen was het gewoon spelen. Oké, dus jullie komen uit Aga. Ja, toch. En je had het over Hindustaanse muziek. Later dus een bekende, ik wil zeggen popnummer, maar hip-hop, maar ook toch een beetje pop. Hè? Want populaire muziek was een populaire pokoe. Daar staat pop voor, toch? Of heb ik het verkeerd? Ja, heb ik een hele discussie over gehad hè, met een vriendin. Moest ik uitleggen van, ja, is hip-hop, maar toevallig is hip-hop nu het populairste muziek. Dus is het pop. Oké. Goed, ik heb de muzikanten aan mijn zijde, vriendin. Dan weet je waar we over aan het discussiëren waren. Maar ook nu, meringue zit er ook in. Ja, man. Noem het maar op, bachata.
Dat verwerk je allemaal erin. Ben jij niet die Maringe, man? Ja. Scherp. Ik ben scherp. Alleen omdat hij eruit ziet hoe hij eruit ziet. Maar ik raad het dus goed. Moest ik eruit? Ja, een beetje lijkt op mij. Beetje Latino achter. Je Latino achter. Ja, precies. Want je gaat me niet zeggen dat mensen... ze zeggen dat je van alles bent behalve Surinamer. Heb je dat niet? Dat heb ik namelijk. Ik heb ooit bij Texaco gewerkt. Ja. En letterlijk elke afkomst die naar binnen kwam, sprak in zijn eigen taal tegen me. Of het nou een Dominicaan. Dus ik zeg geen gekke dingen. Maar wat voor nationaliteit dat bijvoorbeeld? Noem dan. Maar alles. Ik, noem dan. Ik wil weten. Hij wil het door. Arabisch met elkaar. Turks ook. Mima, zal ik je wat zeggen? Ja, Turks. Zal ik je wat zeggen? Ik liep vroeger met een pet. Suriname. En toch mensen die naar me toe lopen en Arabisch met me beginnen te praten. Okay. Ja. Maar ik vind je meer op een Arubaan lekker. Ja, ook dat komt voorbij. Ja? Ook ja, papje mens. En het enige wat ik schreef dan is ze. Nee, maar bij jou zie ik gewoon, ja, of een Arubaan, of een Latino, zoiets, weet toch? Je zou zo bijvoorbeeld in Aventura, weet toch? Je lijkt op één guy van Aventura, serieus, man. Ja, man. Okay. Ja, man, serieus. Nee, we vinden dat niet leuk, kan je dat uitleggen? Of geniet jij daarvan als mensen denken dat je... Ik vind het niet zo erg, want je kan inderdaad niet allemaal zien, toch? Als je naar me kijkt, zeg maar, ik lijk niet op een doorsnee Surinamer. Nee, precies. Maar ja, altijd mensen dat in de hoofd hebben, wat een Surinamer is. Maar toevallig kom jij dan met de merengue swing erin. Ja, uiteindelijk wel. Zeg maar, het is ook begonnen als een grap, maar het bleek bij me te passen of wat dan ook. Zal ik je vertellen hoe het is gekomen? Ik ga je vertellen. Ik ga je vertellen, kijk, hij is... Wanneer ben je naar Nederland gekomen? 2006. Hij heeft Spaans gehad op school en zo, weet je. Dus hij had toch voorsprong op ons, weet je. Dus die man, je weet toch, hij was degene die altijd Juan Luis in zijn auto draaide en zo. Snap je? Hij zong mee vloeiend. Snap je? Hij zong vloeiend mee, snap je? Klopt. Dus het was eigenlijk een, ja, easy. Van, ah, je weet toch, dan ga jij het doen, snap je? En it works. Ja, helemaal. Zo hebben ze maar die Romeo van die band gemaakt. Romeo Santos. Ja, hey, en hoe groot is die band? Want jullie zijn niet alleen, een paar leden zitten ook daar van toe te nemen. Welkom, heren. Ja. Ja, jij is een beautiful thing, man. Den Haag was dus een onderdeel ervan. Verschillende saus. En jullie doen het goed, hè? We mogen niet klagen, man. Okay. Zeker niet, man. Corona is weer voorbij, dus jullie mogen weer eindelijk. We mogen weer, man. Was dat frustrerend? Zo, en of het frustrerend was, want je moet beseffen dat voor corona zouden we eigenlijk ons vijfjarig bestaan in Nederland in Suriname vieren. Ja, ja, ja. En we hadden echt grote plannen en ja, toen kwam corona. En zo heeft iedereen die muziek maakt, of in een bepaalde branche zit zijn verhaal. Ja, tuurlijk. We speelden ook gewoon elke week, hè, toen de tijd. Was oh ja? Niet, ja, het was echt aan het vlammen toen. Ja. Ja, het ging toen echt goed. Heren, kijk, we weten allemaal dat Pokémon's zijn de trouwste mannen op aarde. Dat weten we. Dat is algemeen bekend, toch? Klopt, ja, zeker weten. Dus grote kans dat jullie in gezonde relaties zitten. Ja, dat sowieso. Ja, meer wel, ja. Ik moet zeggen, een gedeelte van jullie band die daar zit, heeft een ander soort reactie. Ja, iedereen spreekt voor zichzelf. Ja, maar dat wil ik zeggen. Het is ieder voor zichzelf. Hun relatie is niet zo gezond, weet je. Nee, ik weet van mezelf, dat weet toch. Nee, maar het is logisch, als ik je uitnodig voor een show, waar we dan de liefde behandelen en breed, alles wat de liefde met zich meebrengt, dan om te vragen van wat is je status? Wat is jouw status bijvoorbeeld? Ik ben bezet, man. Ik heb een vrouw en kind. Oké. Okay. Ja, man. Ik ben off-market, zo noem je het al. Off-market. En jij? In de kooi, man, bro. In de kooi, ja, ook trapped. Ja, man. En jij bent ook trapped? Ik ben ook opgesloten, man. Volgens mij zitten die gezellige mannen daar, of niet? maar zijn de meeste van jullie, ze vinden ze leuk, hè, dat compliment. Nee, oké, okay, we betrekken ze niet. Wacht, we gaan ze dadelijk hier halen, want dat is makkelijk. We gaan ze dadelijk even hier halen, want dat is makkelijk op afstand. Ik ben jullie ook een beetje aan het pesten. Nee. Maar als we eerlijk zijn, hè, is het niet beter om niet in een relatie te zitten wanneer je muzikant bent? En daar heb ik het over waarom. Maar laten we zeggen, laten we alleen tijd nemen. De tijd. Dat je niet hoeft te verantwoorden of, vergeet verantwoorden, rekening houden met. Hey babe, check ons schema en dit. Hey babe, ik ga naar Suriname en we gaan daar. Het is constant. Dus niet alleen vergaderen met je bandleden, maar vergaderen met je vrouwtje. Ik hoor je, man. Ja, ik moet zeggen dat bij mij is het zo dat
Weet je, toen we met elkaar kregen, was ik al muzikant. Dus ze wist ook al van wat ik aan het doen was. En ze laat me daar echt vrij in. En natuurlijk, ondanks dat dat doet, hou ik nog steeds rekening. En weet ik van, oké, ik moet dit en dit en dit doen. Ja. Om het in balans te houden. Maar voor de rest, ik heb daar helemaal geen last van, gelukkig. En hoe ervaar jij dat? Ja, ongeveer hetzelfde. Kijk, als je het niet nu doet, de relatie, wanneer je 40, 50 bent, ga je uiteindelijk toch beginnen. Heb je dit wat je nu leert, heb je nog niet geleerd, joh. Boom. Weet je, dit is zeg maar, nu is lesgeld. Weet je gaat fouten maken of wat dan ook, weet je, in het begin van je relatie. Maar ik denk dat als je niet nu begint met leren, ben je zo meteen ben je nog een beginneling wanneer... Hey, dat is een goede opmerking. Hij is heel wijs. Ja, maar zeker. Je laat me onzeker worden over mezelf, over mijn levensstijl. Maar dat is echt zo. Hij is zijn wilde haren al kwijt. Oh! Een beetje water in. Hij is zijn wilde haren kwijt. Wilde haren, hè? Nee, maar wat hij zegt is wel waar, man. Kijk, als ik voor mezelf moet praten, ik heb zeg maar 30 jaar lang genoten en alles gedaan wat ik wilde doen. Ja, en op een gegeven moment kom je wel op een punt dat je, weet toch, wel een soort van vastigheid, tenminste ik dan. Snap je? Dus ik heb er nu niet meer echt moeite mee of zo, maar totaal niet. Ik vind het juist dat ik nu juist in een fase ben dat ik dit nu juist wel echt kan gebruiken, juist, man. Een bepaalde rust heeft me ook gegeven, man. Ja, toch? Want je gebruikt het woord geen moeite mee hebben, maar... kijk, tuurlijk, je weet niet als je in een serieuze relatie stapt hoe het gaat lopen. Als je het nog nooit eerder hebt gedaan. Kijk, ik heb wel relaties gehad, maar... Kijk, die vrouw dacht dat ze in een relatie was. Oh jee. Maar ik was niet in een relatie. Dat bedoel ik. Mevrouw huidige Elvin, dat is nee, maar dat weet ze, maar dat is zo. Je weet toch, maar dat bedoel ik. Daarom weet je niet als je echt voor dat ding gaat wat het is, je weet toch? Ja. En voor mij en mijn vrouwtje is het eigenlijk heel relaxed, omdat zij zit ook in de muziek, snap je? Dus zij weet hoe die liefde is. Okay. Snap je? Ja. Dus dat, die gezeik heb ik helemaal niet. Oké. Hey, jullie zijn dan ook nog bradas, echte bradas. Maar sowieso aan de sfeer hier met jullie voel ik is een gezellige boel bij jullie. Maar ook als band zelf zal er wel een soort van brotherhood zijn. Moet wel. Ja, klopt. Anders trek je niet lang met elkaar. Ik wil het dus met jullie hebben over eigenlijk... over de algemene ongeschreven regels... wat betreft vriendschap tussen mannen. En de kortere versie over de bro-code. We kennen de bro-codes. Ja. Tenminste, we weten wat ik bedoel wanneer ik zeg bro-code. Ik wil erachter komen of dat iets is waar jullie waarde aan hechten. Iets waarin jullie geloven. Ik wil een paar voorbeelden opnoemen en dan zeggen jullie... Ja, nee, leuk, maar fuck dat. Of misschien zeg even jullie, want jullie klinken zo... Wie was die wijze? Jij, hè? Jullie klinken zo volwassen dat jullie zeggen... Luister dan, op een gegeven moment... moet je dat broding uitgroeien en moet je een man worden. Mm-mm. Dat kan ook, hè? Mm-mm. Dus ik wil kijken wat het sfeertje is bij jullie als individu. Laten we beginnen met één simpele. Ja? Ik noem het op, daar kijken we even naar... en dan wil ik kijken wat je ervan vindt... en of je er misschien mee eens bent, ja of nee. Er is een bro-code over... wanneer je bro een banaan eet. Weet jullie wat de regel is? Nee, vertel. Breek het toch. Nee, wanneer jouw bro... Ja, wanneer jij zelf een banaan eet, inderdaad moet je het breken. Ja, ja. Je komt troes als dat gooi je niet meer voor. Nee, je moet het afbreken, inderdaad, ja. Maar er is een regel. Als jouw bro een banaan eet, weet je wat ze zeggen? Dan mag je hem niet in zijn ogen aankijken. Ook niet per ongeluk. Oh, ik snap het wel. Jullie begrijpen het meteen. Een beetje homofoob, maar ik kom uit de jaren 90. Ik bedoel het niet verkeerd, maar dat is een beetje hoe ik ben opgegroeid. Maar jullie zijn er mee eens. Het viel gelijk. Deze man zit te denken aan een keer toen hij per ongeluk een bro in zijn ogen keek. No. Is net zoiets als bij de urinoir zijn... Dan is ook een ongeschreven regel. Kijk, recht voor je. Maar dat, ja, toch? Ja. Dat krijg je niet eens mee. Om een of andere reden, dat begrijp je. Als het goed is. Ja. Of heb je ooit gezien waar iemand zo deed? Oh, gezien, nee. Maar je weet dat die mensen er wel zijn, natuurlijk. Die Toms. Nee, misschien heb ik het geluk dat ik niet lang ben. Dat ik sowieso niet over dat ding makkelijk heen kijk. Maar is iets wat niet gebeurt bij mij ook niet. Hier zijn we ook allemaal over eens. Niet meegemaakt. Ja, man. Oké, goed verhaal. Ik moet iets uitdagends gaan zoeken. Oké, scenario, ja. Jullie zijn nu allemaal in een relatie. Maar neem jezelf terug. Oude Elvin bijvoorbeeld. Voordat je in een relatie zat.
Het is tijd om wingman te zijn. We weten wat een wingman is. Ja, man. Dat is jouw bro. Is onder de indruk van de meid. Maar jij moet even met die mindere vriendin die zij speciaal wil meenemen, moet jij even uitgaan, want anders hoort het hem niet. Alleen, alles wijst erop dat die chick hoofdpijn is. Je gaat niet van haar afkomen. Het is niet één avond. Ze gaat blijven hangen, stalken. Het is gewoon vervelend. Los van het feit dat ze niets bij jou triggert. Niet aantrekkelijk niks. Goed. Maar, you gonna take one for the team? Ja, ik zou het wel doen, zo man. Dat is lastig, man. Ja. Dat hoor je niet. Dus is hoofdpijn, maar je komt misschien niet eens van eraf meer, maar man. Maar ik zou er sowieso ditchen. Dus het is niet alleen die avond. Je ziet van, oh mijn god, deze blijft hangen. Want ze weet je ook te vinden. Ze weet ook waar je woont, waar je blijft, waar je speelt, waar je... Ja. Ja. Denk maar voor de team. Dat zal niet lukken, man. Weet je? Brocode. Nou toch, als je een wingman nodig hebt, dan doe je iets fout, man. Ah, dat lukt toch. Kijk, weer iets wijs hier. School, als je een wingman nodig hebt, doe je iets fout. Ja, doe iets fout. Zij is wijs. Explain. Explain. Omdat, zeg maar, dus je spreekt met een meisje af om iets met haar te gaan doen. Ze neemt de vriendin mee. Dat wil zeggen, ze wil niet alleen met jou zijn. Hoef je niet. Nou, ja, dan neemt ze nu een vriendin mee, neem jij een vriend mee. Nee, maar wat is die situatie? Jullie komen elkaar daar voor het eerst voor in de club. Dat is die toren. Ja, voor het eerst, veilig. Ja. Nee. Jullie hebben... De club is al geweest. Jij zegt, ik wil je een keer mee uitnemen. Uh-huh. Is nog een beetje van, ik weet niet hoor. Oké, cool, maar ik neem een vriendin mee. Het is nog vers. Just to be sure, vers, zeg maar. Just to be sure. Okay. Ja. Ja. Take one voor de team of jij herkent die Jugo Jugo al, je zegt jou. Voor mij is het meer van, als je echt niet wilt, wil je echt niet. Dat is het. Snap je? En dan kan die meid op dat moment zo forceren, maar als jij niet wilt, wil je niet. Oké. En of dat dan negatieve gevolgen heeft voor jouw mattie op dat moment, is een oude zaak. Sorry. Snap je? Ja, ik weet niet, man. Je weet niet? Ik zou het wel... Stel je voor, je weet toch, toen jij nog vrijgezel was en je zou me dat vragen. Bro, ik zou het gewoon doen. Oude Elfing. Ik zou me niet druk maken om die smaak. Maar oude Elfing was wel een vieze jongen. Nee, eerlijk, voor de ergste moeite. Ja, toch. Sowieso helemaal. Ik zie jullie hebben nooit niet een echte ziekie meid meegemaakt. Maar... Jawel. Ja, toch wel? Ja, maar ik kan je echt een tori geven, man. Ik kan je een hele goede tori geven. Echt waar? Wees vrij. Okay, luister, dus... En dit is voor weet toch voor de oude lekker. Elvin. Hoe zou dit? Is allemaal oud. Dit is de oude Marciano, oude Martin. Dit ben jij niet meer. Luister, dus kijk. Er was een sma. En die sma wilde, ik ga het niet noemen, wilde echt, ze was echt in love met een van ons. Dus ze probeerde echt van alles te doen. En toen een van ons jarig was, had ze een cake gemaakt. Dus die cake zag er echt mooi uit. Mooi chocola, sitco helemaal. Je weet toch, als je het zou zien, je zou denken van Amy, man, ja, Allah, gewoon Orsi. Dus oké, we hebben allemaal van gegeten. Martin Yang, Mian, Shannon Yang. Eindstand zijn we allemaal ziek geworden. En niet een beetje ziek. En Martin, jij was ziek, wat zei je? Ik begon gewoon versen uit de Bijbel op te roepen. Maar nooit meer lezen van Bijbel. Hey. Ik heb nooit de Bijbel gelezen, kjo. Duivels taart. Oké, maar de Arcatorino. Arcatorino, dus die taart had ik meegenomen naar Osso. En ik woonde toen nog thuis, hè. Bij mijn ouders en mijn pa werkte nachtdienst. Dus mijn pa komt ochtend thuis van nachtdienst. Hij ziet die taart. Nou, hij heeft het gewoon gegeten. Maar die Amayami... Waarop is allemaal beter? Iedereen is beter. Allemaal brokka krooi. Hey. Ja, man. Dat is zo'n tranga in patranga. Ja, man. Dat is hilarisch. Alleen een Surinaamse band kan dit overkomen. Ja, man. Hey. One made krooi, uno anga one. One cake. Ja. One cake. Ja, dan. Een cake. En one pa brokka heersani. Helemaal. Hey. Ja, allemaal best ziek. Allemaal best ziek. Ja. Iedereen, maar echt goed ziek. Hè. Ik dacht, wat gebeurt er? Weet je? Maar dit is een first in Gilly's Love Line. Misschien moeten we even uitleggen wat die krooi inhoudt. Want het zal in meerdere culturen spelen, alleen zullen ze het anders noemen. Wat is dat, krooi? Wanneer een vrouw je krooit. Krooi, oftewel gunang gunang, oftewel miandaitang. Yes. Wanneer een vrouw je laat blijven bij haar zonder dat je het wil. En hoe krijgt ze dat dan voor elkaar? Op verschillende manieren. Oude Surinaamse verhalen gaan dat ze er onderbroek voor je koopt met haar maat. Juist, er zijn allerlei... Er zijn een heleboel varianten, heb ik Als ze hebben over miandaitang, man. Er zijn een heleboel varianten. Maar ze kunnen je ook gewoon ziek maken. Dat kunnen ze ook gewoon...
Is jullie bijna overkomen? Bijbelse teksten kwamen bij jou tevoorschijn? Ja, man. Ja, vies stuff, man. Ja, man. Ik zeg je eerlijk, dan ga ik je zeggen wie ik ben. Maar jullie moeten me niet judgen. Ik hoor het verhaal. En weet je wat ik denk? Geil, man. Wat nu? Voor naar je papa. Zo ben ik dan weer. Oké. Nee. Ik maak een grap. Hallo. Nee. Maar sinds dat is gebeurd, hebben we allemaal een soort van afstand genomen. Ja, nee, je moet voorzichtig zijn. Ja. En by the way, die dingen bestaan. Kijk, ik drop het in de comments als je in jouw cultuur ook een ander soort naam heeft. Zal wel. Want ze kennen die verhalen wel. Een dame die bloed zet in het... Misschien denk je, boezetje, die dingen kunnen me nooit niet overkomen. Maar veel culturen die dingen kennen, je moet er maar kwetsbaar voor zijn. Of je moet de pijpen zoals die jouw man. Ja, man. En dan maar binnen, echt, man. Dat past aan die rekker. Ja. En verder. Oké, it's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Mooi verhaal. Ja, Krooi en Gilly's Love Line. Check deze. Belangrijk. Lijkt makkelijk, zwart-wit is het niet. Een meid waarbij jouw bro nooit een kans zal hebben, dat weet hij, dat weet zij, dat weet jij. Maar ze wilt jou wel en jij wilt haar ook. Is ze off-limits? Wacht, nog een keer dus. Een meid, ja? Jij bent dol op haar, maar je zal nooit kans bij haar hebben. Ja, dat weet jij. Dat weet zij en dat weet bro. Ja. Maar hij heeft wel een kans daar. Is ze off-limits? Ik weet niet, als ik het niet kan krijgen, dan waarom zou ik de ander niet gunnen? Ja, dat. Ja? Ja, man. Ja. Sowieso. Kom op. Zitten jullie zo in elkaar? Kom op. Ja, man. Zie, nog een reden waarom ik bij Passion wil. Oh. Nog een reden. Hai. Ja, man. Nee, maar oma, ik vind het dope. Want jullie flippen het. Dus jij zet je in die schoenen van inderdaad, ik ben die dude die chick niet kan krijgen. Maar ik gun mij, Mattie. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, man. Waarom? Ja. Ja. Snel denken, toch? Maar ik eerlijk, ik denk bij mezelf, om dingen te voorkomen. Ja. Niet alleen nu, maar toekomst. Maar er is toch nooit wat gebeurd tussen jou en... Nooit niks gebeurd. Niets gebeurd. Nee, maar je bent super dol op haar. Dat is het. Ik ben zo verliefd op een meid. Ik weet het. Maar je weet, je gaat daar niet van. Maar ze wil jou nakkie. Maar dan alsnog. Heb je ook bedoeld? Ja. Maar ik wil nog steeds graag. Ja. Maar ze wil jou nakkie. Ga je. Kijk. Nee. Dan op dat moment zou ik niet gaan. Juist. Op dat moment zou ik niet gaan. Maar ik zou... Als je luistert, voor mensen die Surinamers niet kennen, als je een Surinamer dit hoort zeggen, dan komt er ook of bullshit of lee. Maar hij zou dit zeggen. Dit is wat hij zou zeggen. Luister wat hij zou zeggen. Volg. Amambo tak dit. Ja, ik zou zeggen. Amambo tak, hey bro, sayereke psa. Zodra je een Surinamer hoort zeggen, sayereke psa. Hoef je eigenlijk niet meer te luisteren. Dat is wat ik altijd zeg. Ja. Vooral als ze uit Su komen. Nou, Miro, wat dacht Betty? Ik zou zeggen... Wat zou je zeggen? Ik zou zeggen, Martin... Weet je... Maar look aan mijn visie. Maar volg aan mijn visie. Ik zou zeggen, Martin, het gaat gewoon niet. Zo gewoon. Ja, je ziet dat ze niet wil, toch? Dat moet ik doen. Maar dan ben je bij wel hard voor. Kijk, zie je, dit is de realiteit. Daarom is het geen goed idee. Oké, als hij zo had gereageerd, zou ik niet weer gaan. Kijk, maar ik had het wel een beetje verkeerd begrepen. Hoor. Ja. Maar ik zeg wel van... Eerste instantie, dan zou ik die man een soort termijn geven van tak uit. Nou, ernstig, want kijk, je geeft die man een soort termijn van oké, bro, ik heb respect voor je, maar als ze me blijft zoeken. Toch, ik ben ook een man, je weet toch, ik ben vrijgezel. Ja. Als ze me blijft zoeken, dan ga ik weer bij je komen, dan ga ik zeggen van Martin, het termijn is nu, je weet toch. Ik vind die wel oké en realistisch, by the way. Is eerlijk. Realistisch. Weet je waarom? Kijk, hij is verliefd op haar, maar hij moet ook realistisch zijn van Lukuno, je doet je best, je weet toch, maar ze wilt niet. We weten allemaal dat het niet gaat worden. Ja, maar ze blijft mij zoeken, ik zoek haar niet. Kijk, als ik haar zou zoeken, is een ander verhaal. Maar als zij me blijft zoeken... Ja, sorry, dan zou ik wel vragen van... Bro, dan kan je me wel die pest geven, man. Even serieus, dan ben ik er vanaf, dan ben jij er vanaf. Want ik ben die zei ik heb zat doet. En guess what? Als ik je benader, is het al gebeurd. Oh, shit. En dan volg... Martin,
Maar dat zou Martin zou dan wel emotioneel worden. Nou, brasa, brasa, even maar doen, man. Naar je bakken. Als het niet meer mee is. Ubo Fetti, hè? Fetti? No. Wacht, wow. Brocode, wacht. Brocode. Maar dat is het verschil. Amandak Ubo Fetti. We vechten niet om mates. Brocode. Hoe neem je mijn manja voordat je me zegt dat je mijn manja neemt? Ja, toch? Is mijn manja toch? Dat ik niet manja in, ja, mijn manja. Ja, maar is niet om te vechten, toch? Nou, toch, met mijn manja toch? Yeah. Mijn buik gaan. Oké. Okay, maar ook als het niet je. Maar het is niet je vrouwtje, toch? Nee, vrouw vechten is wat anders. Is zijn hoofd gaan zo'n 5 jaar, denk ik. Oh, not zo. Ja. Hij is zo verliefd. Nee, maar begrijp het net. Maar oké, maar jij hebt het nu over. Je zou vechten als het je vrouwtje was. Nee, als het niet. Nee, gewoon de situatie die is uitgelegd net. Zou die vechten? Maar mijn mama, maar mijn. De man dacht bro's before hoes. Oude gezegde. De Uno, Fetti. Nee, maar voor hem is het misschien geen hoto. Ja. Maar ik ben wel bro. Hangt er vanaf wat visualiseert hij als een hoofdtak aan. Oké. Zijn nou een bro. Hé, maar ik ga je wel wat zeggen. Ga ik een topic even snel aansnijden. Want jij bent sinds 2006 in Nederland, toch? Moet dat gewoon tof zijn, niet? Ik kan je vertellen, laat me praten over. Ik kom uit Schilderswijk, ja? Laat me niet over alles. Ik kom uit Schilderswijk. Nooit in ons hoofd zou het ons opkomen om te vechten om een meid. De keren dat ik in Suriname heb gevochten, ging het om een meid. Oh, Martin. En niet vanuit mijn kant, de man van Fetti Angami. Om mij. Zou je echt willen toelichten, Chuck? Ja, hoe zit dat? Tuurlijk. Is er iemand. Er wordt getuige bij geroepen. Ja, maar daarin wakaso, ja, loon toe. Dus wat ik probeer te zeggen is, we zijn hetzelfde, absoluut. Maar daar is die cultuur dus iets anders. Nee, het heeft meer met mij te maken. Zeg maar, meer als je Amanja bijvoorbeeld, like mijn brada. Yes. Minang Amanja, boom. Zeg maar, ik verwacht iets van hem. Mm-hmm. Dus mijn vrijgezel, want Amanja tak mijn elolo naar mijn meid. Snap je, dat verwacht ik van hem. Mino met kans, al ga ik maak ik kans op wat dan ook dat hij me meldt van hey, kunnen. Als mij lul me dat, al kunnen we iets samen smeren met hem, maar dat ik me play like Mino sap next, die king. Mm. Maar dat weet ik ervan. Is dat okay. Wel? Maar ik wil achter mijn rug om. En daarna ga je me komen, ja, maar ja, ik heb al de hap van die manja genomen. Dus als ik een beetje met jou meedenk, dan zeg je, je vecht uit teleurstelling. Ja toch? En dan maar stel je teleur, je vecht niet om die meid, maar je vecht meer als bradas van hey, ja, Luku. Oké. Okay. Zij mag. Toch Mino de eens. En waarom is deze getuige erbij gehaald? Wat is je naam, man? Safiro. Safiro. Waarom werd hij erbij gehaald? Wat was het idee? Ik weet niet. Ik maakte een opmerking over al die keren dat ik in een gevecht ben gekomen. Mm-hmm. Omdat de man bij fit om meid nangami. En ja, une fit om meid. Mm-hmm. En hij zei, hey, Amanda, dat moest kost doen, ja. Ik weet niet of het een teken van zwakte is. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Maar misschien, ja, welke type mensen wilde met je vechten in de tijd? Boy, mino legi de jersey. De jersey, oh. Ja. Ja, kan de i mooi moro de man? Kan de i knap moro? Kan de... Ik weet niet. Misschien heb je iets. Boy. Kijk, ja. Maar zeg ik gekke dingen? Of you if it... Dus waar we eigenlijk proberen achter te komen is, even los van alle gekkigheid, mm-hmm. Of dat echt een zo is, of dat daar leeft. Of is dat gewoon... Het gebeurt. Het gebeurt, toch? Ja, vrij. Ja, het gebeurt. Ik zeg ik gekke dingen? Ja. Er wordt wel gevochten om mij daar. En ik zeg niet dat is good or bad, ik zeg alleen dat is een verschil. En daarom zei ik kom uit Schilderswijk, ik kan niet over heel Nederland praten, maar... Schilderswijkers uit jaren 90 deden dat niet. Sterker niet, je geeft jezelf shing. Kijk, als het jouw vrouw is, I'm going to die for her. Dat is logisch. Ja. Maar, gewoon meid, je kent haar niet meer over een maand waarschijnlijk of een jaar of iets. Ja, is raar. Ja, is het wel raar, ja. Is wel raar. Dus die man zet je op de spot hier. Maar, oké. Ik ga proberen ergens een punt te vinden. Jij vecht niet per se om die meid, maar je vecht uit teleurstelling. Ja. En je is even een rommel met je brada van, hey brada, look no. No, nee, klopt. Is vriendje, zou ik zeggen op dat moment. Wat je nou baar mee? Oké. Ja. Hey, maar zie je hoe ver het kan gaan, man. Eén is duidelijk, kijk waar een meid ons kan brengen als bradas. Nee. Want nu gaan we naar die meid, heeft je daar gebracht. Nee. Jij weet van mij, midape. Ik weet niet van jou, Judape. Interessant, doet hij. Als ik het vanuit de afstand ga vallen, wil nog niet zeggen, tak, Idape.
Als hij me niet meldt. Ja, maar als hij je hint zou geven voor een hey, vaka. Ik dat of niet, want onze probeert dan in te dringen. Potiek moet het toch? Dat van niet. Oh, oké. Okay. Ja, toch? Maar dat mag niet. Je zou wel kunnen. Dat is niet. Maar je bent wel echt verliefd, hoor. Nee, maar je wilt op de hoogte gesteld worden. Maar if I no give me, minima do next. Zeg de minima, make you do what? Hey, maar wat vind jij ervan, kort van deze situatie? Wat ik ervan vind? Wat wordt geschetst? Ik begrijp jullie allebei. Ik begrijp ze allebei, hoor. Ik begrijp wat hij zegt, maar ik begrijp ook zeker wat hij zegt. Dus Amman is naar een diplomaat voor Abend, no? Nee, maar stel ik ben inderdaad die jongen die verliefd is, maar ik maak geen kans. Ja. En ik weet dat ze wel... Interesse heeft in een vriend van me. En hij zou gegaan zijn zonder me te zeggen. Ik zou het misschien niet leuk vinden. Ja. Maar ik zou er geen issue van maken. Okay. Ik zou niet zeg maar gaan vechten met die vriend van me op dat moment. Want ik heb zoiets van, ik ben niet met haar. Dus wie ben ik eigenlijk op dat moment? Okay. Snap je? Ja. Weet je, ik zou het misschien niet leuk vinden. Maar aan de andere kant, je leven gaat door, man. En weet je, het is niet alsof je leven daarvan afhangt, zeg maar. Okay, snap wat ik bedoel? Ja. Ik ben weer heel anders. Ik zou het heel vroeg opmerken als het niet mijn ding is. Of als ik geen kans maak, zeg maar. Ja, maar zou je het los kunnen laten? Dat is die Tori. Maar kom maar, man. Dat je zegt, hé, mijn man, goeieren. Ja, toch? Oké. Als ik opmerk van, althans... Mijn persoonlijkheid, ik ben nooit iemand die naar een vrouw gaat toestappen om je te versieren, hoor. Mijn trots breed, man. Dus als ik even tot je praat en ik zie van, hey, zeker die volle 60% is daar, dan ben ik wel die guy van, hey, broer. Die verre. Zet zak. En als je het gedaan hebt, ben ik ook trots. Ja. Toch ben je binnen de familie. Ja, hij is een pure potentie. Ja. Some real shit. Jij weet dat je bro een goede man is. Jij weet dat hij een goede man is. En elke vrouw mag van geluk spreken als ze hem zou hebben. Mm. En hij wordt verliefd op je zus. Of iemand net zo dichtbij. Mm. Ja, toch? Gunnen. Ik wens hem het beste. Ja, meer kan ik niet doen. Jullie gunnen dat? Ja, als je weet dat het een goede man is. Hey, dat is een van de grootste bro-codes. No-go. Dus vanuit zijn kant. Hij zou dat niet eens moeten willen. Er zijn meer scenario's. Maar hoe ik het heb omschreven. Nee. Oké, maar hoe ik het omschrijf. Jij weet hij is een good dude. Jij weet van, deze man gaat iemand echt gelukkig maken. Maar dan is het je zusje bijvoorbeeld. En als je geen zusje hebt, een nichtje van je favoriete familielid. Geen moeite mee. Geen moeite mee. Hey, maar jullie zijn het wel eens, hè? Stel ze komen met een vreemde aan, toch? Juist. Dan weet je eigenlijk niet van tevoren wat voor jongen het is. Ja. Maar omdat je al weet hoe jouw vriend in elkaar zit, het is een goede jongen, hij gaat mijn zus gelukkig maken, dan weet je toch dat het goed zit. Dan heb je die zekerheid. Kijk, het kan altijd fout gaan. Maar ja. Relatie, niet makkelijk. Maar je weet in ieder geval van, oké, het zit goed daar. Maar de keerzijde is wel, je houdt hem wel een hogere standaarden. In die zin dat je eigenlijk, ik ga maar een soort goedkeuring. Juist. Dus je hebt een bepaalde verwachting van hem. Weet je wel, van nou, je gaat sommige dingen niet doen. Dus als hij een bepaalde hoek ingaat, dat is waarschijnlijk, het is zeer waarschijnlijk dat jullie ruzie gaan krijgen, denk ik.
if among... Ja, maar dat is logisch, toch? Ja, maar is logisch. En wat ik heel opvallend vind, want dit is echt een bro-code waarvan de meeste mensen zeggen, no, geen reden, geen scenario, maar niet alleen jullie, maar ook daar aan de andere kant hoorde ik gelijk gunnen. Ja. Vind ik heel bijzonder. Want ik heb dit ooit een keer gevraagd, ik heb dan geen zusje, maar ik heb dat ooit gevraagd aan een mattie van mij en mijn zin was niet eens af. En hij zegt, no mami, man. No, maakt niet uit, no. No, moet je niet willen. Moet je niet willen. En jullie allemaal hier, moet je hem gunnen. Ja, man. Oké. Okay. Kijk, ja, op de eerste plaats. Gosukama, Chisabaka, jongen. Het is een goede jongen. Uh-huh. En je wilt zeg maar zijn geluk en die van je zus niet in de weg staan. Precies. Snap dus daar draait het om. Ja, toch. Daar draait het om en het is, ja. Als hij slecht was, dan was het ander van. En je zegt zelf, je weet dat nee, jullie weten, nee, jij weet het is een goede man. Ik dat weet je gewoon. Precies. Dat mag niet. Ja, man. Passion. Dat is een beide, man. Ja, man. En jullie menen het ook, zie ik. I love it. Had ik niet verwacht, heb ik ook niet. Ook als ik het buiten vraag, niemand die dat zegt. Eh? Ook vrouwen zeggen nee, ze no-go. Zelf vrouwen zijn no-go. Weet je waar het je gaat knellen? Wanneer het misgaat. Wanneer ze in de weg staat en ze het toch achteraf goed geregeld. Of deze. De bos. En er komt de bos gewoon. En nu is jullie de verhouding tussen jullie als bro's is krom, is vrom, is niet meer hetzelfde. Ja. Ben je daar niet bang voor? Het ligt eraan hoe ze uit elkaar gaan. Ja, precies. Als, ze gewoon, als het gewoon niet meer gaat en ze hebben allebei gezegd, oké. Okay. Achinsa ewaka ging. Achinsa fout. Is het niet mijn fout? Nee. Maar ik zeg, jullie relatie gaat sowieso vreemd zijn als het bos tussen hun. Maar hoe is het misgegaan? Dat zusje is vreemd gegaan. Ja, broer, wat moet je doen? Ja. Bro, en daarom is het al een slecht idee. Ja, ik, ja. Ja. Ja, maar zeg maar, weet ja. Je, ja, ik weet niet of je die ding kijkt. Als a man not me chinsa, that's no excess. Weet je wel, als hij iets nee. Ergs heeft gedaan met haar. Maar zeg maar vreemd gaan. Zeg maar. Okay. In die zin van, dat zijn dingen die dagelijks gebeuren. Dus, mino bokira mangisa. En sowieso in zo'n situatie denken ze allebei twee keer na. Klopt. Als ze zoiets doen. Precies. En wellicht gebeurt dit, maar je hebt het nooit met jou. En jullie zijn verstandige mannen, man. Dus eigenlijk is het van, dus jouw moment is geweest op het moment dat je zegt, je blessings geeft, zeg maar. But then it's up to them. Van ja, precies. Ze zijn volwassen mensen, toch? Ja. Ga me niet storen aan gekkigheid. Oké. Okay. Jouw bro probeert de vrouw te versieren. Wie is een vrouw? Gewoon een vrouw. Een vrouw. Okay. Jouw bro probeert een vrouw te versieren. Hè? Jullie zijn ergens uit, hij probeert een vrouw te versieren. Maar hij doet dat een beetje agressief of bot. Hij doet dat een beetje bot. Gewoon, ja, nee, dat is hem gewoon niet. Ben je hem dan aan het kokblokken als je hem tegenhoudt? Laten we zeggen, hij doet het agressief. Dat nou maar, een systeem toch? Ja? Ja. Dus je laat hem gewoon zijn gang gaan? Misschien Martin en denk ik. Ik denk als het die WhatsApp is, weet je. Ja. Hoe bedoel je, hij is agressief? Dus we zijn samen, we wandelen. Ja. Ik voorzien dat je een meid. Maar ik doe een beetje agressief. Ik zit aan, ik trek aan. Ze wil duidelijk niks met me te maken met hebben. Maar een bot, of bot. Ja, vergeet agressief. Okay. Ik ben bot, maar ze wil niet. Op een gegeven moment moet ik al inzien van, is genoeg, maar ik ga door. Mm-hmm. Ben je dan bang om hem te kok te blokken? Ja, body, toch? Gelijk. Hoe ga je hem stoppen? Hoe doe je dat? Ik ga zeggen, ik hoor. Ja, en dan gaan we lopen. En terwijl we lopen, vertel ik je wel. Maar we gaan eerst weg. Oh, wacht. Dat is belangrijk wat je hier zegt. Want de manier is ook één. Is, je houdt hem dus tegen sowieso. Dat is de reactie. Maar hoe is dus ook belangrijk. Of niet? Ja, zeg maar, daar op dat moment ga je het niet doen. You know, I got my shit. Je zegt gewoon tegen mij, koe. Oké, dus je wil hem geen schande geven. Nee, want dat is brocode. Dat is eigenlijk, dat is waarnaar ik op zoek was eigenlijk. Van, hoe doe je dat? Misschien doe je dat voor die meid. Maar ben je nou helemaal gek? Hé, doe normaal eens dat je... Ja, en het is ook geen... Dus die bok komt later. Ja, en is niet eens een bok. Is gewoon een besef je wel dat je dan bezig bent. That's it. Is geen bok per se. Tenzij je het echt niet inziet of wat dan ook. Mm-hmm. Ja, daar gaan we in een discussie komen of wat dan ook. Maar. Ja. En het is ook niet van blokken. Het is niet van dat hij naast me staat en hij zegt van... Hey, check die meid daar. En dat jij zegt van, no go. Je agressief noemt ziet. Dat is meer kopblokken, vind ik. Oké. Okay. Snap je? Al vooraf. Ik ga maar kans voor mijn fout. Precies. Want ik fout hier. Precies. Juist. Gaat hem niet worden. Ik heb het idee. Was jij in een relatie ook? Ja, ik zit in. Oh, allemaal relatiemannen? Ja, man. Ah, oké. Okay. Heel die crew. Bij het grootste gedeelte van die crew. Ja. Ja. Hey, maar misschien save dat jullie van een hele hoop bullshit.
Denk je niet? Zit ik te denken. Als jullie een groep waren, iedereen single. Misschien houden dat jullie een beetje geaard. Op... Ik denk het, man. We letten op elkaar. Dat zeker, ja. Maar die tijd, ja, er is ook een tijd geweest dat driekwart van de band single was, hoor. Juist. Die tijd is was, ook was dat een andere tijd? Was dat een andere tijd? Ja, voor de... Dat is wel wat we gaan. Weet je wat grappig is? We kunnen jullie gezichtsuitdrukking zien, hè? En daar zit het echte verhaal, by the way. Maar hij is altijd de goede. Oké, maar wat vertelt zijn gezicht? Nee, maar hij spreekt er nou uit. Van, ik zeg het gewoon. Okay. Dat was, hij zit drie keer aan zijn muts. Zou je toch? Dat zegt al wat. Maar over wie ik het eigenlijk het meest had, is deze meneer hier. Die zei, ja. Dan weet ik, kan de man bij de moro leidend in haar oru. Oro Libi. We hebben rustig altijd. Nee. Hij heeft een verkeerd beeld over zichzelf, over de oude versie van zichzelf. Ik dacht dat ik wel rustig was. Ja. In vergelijking met de ergste was hij best wel rustig. Is de ergste hier aanwezig vandaag? Nee, man. Nee, man. Oh, die is er niet. Oké. Afscheid genomen. Oké, we zien waarom, toch? Laat het gaan. Hij past er niet in het model van vandaag, waarin het grootste gedeelte zit in een relatie. Wild West, dat is goed. Is niet goed, hè? Nee, omentorisch gaan voorbij jou zien. Nou, ik ben een vrijwel rustig persoon, dus okay. Ik lach meer om... waarom kijk je me zo? Laat maar even betrekken erbij, toch? Ik ben zo schil, maar mama scheiden toch jullie mij? Nee, maar ik meen het. Misschien heeft dat gezorgd voor een goed balans bij jullie. Want misschien was het drugs, seks en... drugs, seks en Kawina geweest als jullie... Ik denk dat het een positief effect op jullie heeft, ook als band. Passion. Oh, ik moet zeggen dat nu ook als band zijnde... We zijn met elkaar bezig. Ja. Ook wanneer we op het podium staan, zijn we met elkaar bezig. En stel je voor, we spelen, we hebben een pauze. In de pauze gaan we naar onze kleedkamer en zijn we Kiek aan het nemen. Precies. En we zijn samen. Is dat wat ik bedoel? Maar dat is dus wat ik bedoel. Kiek was anders geweest als jullie misschien single waren. Vroeger waren we in die Olo. Ja. Letterlijk. Nu kleef je in die oorlog. Ja, letterlijk. Nu gaan we gewoon naar als een team. Nee, maar het is gezond. Mooi, man. I love it. Ja. Dus wat jullie me hier willen uitleggen is Passion. Nou, eigenlijk is een band bestaande uit Sweet Boys. Sweet Boys. Ja. Ik vind dat je weer aan je muts moet zitten. Nee. Dat was echt niet eerlijk, toch? Nee, eerlijk. Nee. Ik denk gewoon, nou, misschien aan die muts. Nee. Die ben precies zo. Is a beautiful thing. Kijk, je moet bedenken, ik ben in de minderheid hier. En ik zit een beetje op te kijken naar jullie, hoe iedereen zegt. Ja, ik zit in een relatie. En ik zie balans. Je bent vrijgezonen? Ja, toch. Oh, oké. Maar ik kijk naar jullie en ze inspireren, denk ik, hoor. Ik weet niet. Ja? Ik moet er nog terug. Ja, want ik zie rust. Er is ook rust. Mm. Is dat het wat het brengt in de relatie vooral? Wat is het grootste voorbeeld, voordeel van het in een relatie? Want dat heeft ook dingen, natuurlijk. Maar wat is het grootste voordeel voor jou dat je in een relatie zit? Wat zou je gelijk benoemen als ik je vraag, noem iets? Het alle, ja. Vastigheid. Je weet waar je naartoe gaat als je naar huis gaat. Is thuis. Is je vast die misbakken trouwens. Mag ga verder. Nou, standaard. Omdat ik denk je toch. Oké. Okay. Vastigheid. Dat is de grootste waarde voor jou. Vastigheid. Je weet waar je naartoe gaat. Je weet wat je aan die persoon hebt. Ja. Weet je wel. Energie zit goed. Switch van persoon naar persoon. Weet je. Anobong. Vroeger. Ja, sowieso ben ik eens Anobong. Daarom dus vrijgezel. Energie, je weet niet wat je meeneemt. Niet hoppen, ja. Zeggen we wel eens, weet je wel, ja, je moet oppassen, daar gaat dan neem je iets mee naar huis. Maar het is echt zo, bro. Nee, is echt zo. Je hoeft niet eens over, dat is echt zo. Ik geloof in energie, hè? Ja. Voor mij maakt het niet uit waarin je gelooft, welke religie of welke... Energie is één ding waarmee we allemaal te maken hebben. Krasso, sowieso. Sowieso, daar komt niemand omheen. Uiteindelijk. Begrijp je? Zelfs de ATS heeft te maken met energie. Klopt. Maar het is er wel. No, dat is Abi wel. Ja, dat is Abi wel. Tenminste, ik weet het niet. Maar ik zeg, energie hebben we allemaal mee te maken in ieder geval. En Guillaume, man. Voor jou, wat heeft de meeste... ja, wat maakt het helemaal waard? In een relatie zitten voor jou? Ja, als ik moet nagaan dat ik naar huis ga en
ik naar zijn vrouw in bed ga stappen waarop ik kan rekenen. Geeft het me al een goed gevoel om eigenlijk... Of het geeft me ook een gevoel om 10 keer na te denken voor je denkt van... Hé, wat doe je aan stupid sanjere? Of, hey. En maar ik, mijn eigen karaktereigenschap zelf, ik hou niet ervan om... ik ben geen uitgaanstype op de eerste plaats, dus... Yeah. En mijn beplea pokoe is dat mijn deel. Ik heb ervan genoten, ben ik er klaar mee, man. Goed, man. Dan, dus het past gewoon ook bij je in een relatie zitten. Yes. Okay. Ja. Wat zei je nou? Wat was het woord dat je gebruikte? Vastigheid? Vastigheid. Iemand waarop je kan bouwen. Snap je toch? En wat is de waarde voor jou in een relatie? Ja, inderdaad. Je weet wat je aan elkaar hebt, zeg maar. Ja. Jullie kennen elkaar door en door. Mm-hmm. En dat is ook de reden waarom je samen bent. En het is gewoon mooi om inderdaad thuis te komen... En dat er iemand op je wacht waarvan je weet van, ja man, het zit goed. Ja. Snap je wat ik bedoel? Die het met je meent. Precies, precies. Je kent elkaar flaws. Mm-hmm. Ja toch. Ja, kijk, weet je, we zijn allemaal mensen. En de ene keer, zeg maar, je vult elkaar aan. Snap je wat ik bedoel? De ene keer ben jij chagrijnig in de Het wordt heel zoetsappig nu, hè? Je vult elkaar aan, oké. Okay. Maar het is wel de waarheid, Sade. Ja man. Oké. Okay. Wat denk je aan mijn man? Ik vind het mooi. Ik vind het mooi om met mensen over de relatie te praten. Maar... Ja. Dat is mooi. Ik ben altijd een type geweest die in een relatie gezeten. Vanaf. Ja, bij een relatie, man. Dat vind ik bijzonder. Ik heb ook een... Ik heb een mattie. Ik heb hem nog nooit niet zonder een vriendin gezien. Dan denk ik van... waarom is dat? Waarom is dat? Oh, ik ben ook gewoon die guy nu gewoon... Ik ken een guy. Jij bent die guy. Het gaat weer zoetsappig worden, maar ik hou van lobby. Die is Loveline. Ik hou van lobby. Je houdt van lobby. Altijd van lobby gehouden. Je hebt jezelf nooit ruimte gegeven om vrijgezel te zijn voor best wel een lange tijd? Een lange tijd. 3 jaar. 2 jaar, 3 jaar. Oh, 3 jaar. Oké. Ja. Voor iemand die gewend is in een relatie te zitten. Maar ook het langst. Wat beviel je niet? Nou, maar altijd lange relatie zo. 7 jaar. 8 jaar. Met drive-bys hier en daar. Ratatata. Maar ja, moeilijk. Shano heeft tamelijk op zijn gezicht. Shano van Warden. Het is geen drive-by. Drive-bys, joh. Maar je loopt moeilijk vrouw, ne? Of lief of vrouw? Kotaki, zeg maar. Ik heb eentje gehad, mijn man. Wat is er met haar? Ik denk wel een nieuw woord toe. Oh, is het nog geen woord om het te omschrijven? Moeilijk is niet het woord, man. Bro. Makkelijk ook niet. Nee, man, bro. Toxic past niet? No. Iets anders. Absatta, ze moet gewoon een nieuwe hebben. Toxic plus. Een nieuwe. Of toxic 3. Wat heel nieuw benaamd. Ano, wansa bij mekaar cake. No. Oké. Dat noem je niet. Oh, nee, dat was Elvin. Die Kibri in studio, die zie. Actie daarvan. Oh, is echt waar? Mijn long wall ook toe. Blote voeten. Blote voeten. Blote voeten. Jullie hebben het ook allemaal meegemaakt. No, wij waren in de studio met elkaar. We waren hiervoor muziek produceren. En dan toch niet afschrikken van relaties zeggen. En toch ga ik het weer een keer proberen. Lobby is mooi, man. Lobby is mooi, hè? Met dit alles meegemaakt. Daarmee ben ik het eens. Ervaring. Lobby, nou was aan die praten. Ja. Met alles. Al het pijn en gedoe en het mooie. Het is gewoon mooi. Het is mooi. Het laat je weten dat je leeft. Ja, en soms denk je nakpanja, dan kom je ook erachter dat pijn doet. Ja, ja. Mm-hmm. Ben jij iemand die per se in een relatie moet zitten, mijn man? Als het op dat moment is wel gelegd voor me dan. Dat wel. Ik ben vrijwel simpel hoor. Mina, ik weet altijd precies wat voor mij is. Oké, maar je hebt geen antwoord gegeven. Ja. Ja. Ik denk dat ik misschien meer antwoorden heb gegeven. Nee, niet? Alles behalve het antwoord. Oké, en laat me die vraag weer stellen. Ja, stel het weer voor hem. Ben je iemand die per se in een relatie moet zitten? Dus kijk even naar je geschiedenis. Heb je altijd in een relatie gezeten? In de meeste gevallen, daarom heb ik antwoord gegeven. Ik ben iemand altijd die weet wat gepast is. Maar dat weten wij toch? Dus? Precies, dus dan moeten jullie me misschien vragen om het te onderbouwen. Je onderbouw het voor me, alsjeblieft. Kijk, ik ben iemand, relatie voor mij kan, als het goed zit. Relatie voor mij kan niet, als het niet hoeft. Dus ik pas me aan de huidige situatie. Dus ik hoef niet te zeggen dat ik per se een relatie wil of per se niet. Of akong, ik klik boem, dat maakt nou niet uit. Of nou een moe, of 3 jaar. Is hem blijven relaties, snap je? Dus voor mij is het, ik leef maar wanneer, in het nieuw. Hey, meteen jongens. Je hebt nog vraagtekens, hè? Wanneer? Ik heb een conclusie getrokken. Oh jee.
wit meid zal op jou. Komt ik was. Ik kan kiezen, die hangen zo takkie dus. Ja. Daar ben ik er niet bewust. Ik denk ervan. Nou, bij deze. Okay. Kijk maar wat je ermee doet. Oké. Jena? Ja, we gaan niet. Sorry, misschien had ik erbij moeten melden. Dit is een real platform. Ja, ik heb het real over hier. Kom op. En er is niks mis mee, goed. Maar het valt me gewoon op. Ik denk, ai, ik kan kiezen. Hangen, dit is een taktakje. Dus ik ben minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Oh, jullie noemen mij minister van Buitenlandse Zaken. Ik zie waarom. Jullie noemen mij minister van Buitenlandse Zaken. Omdat ik zie het. Ik ben niet naar zuiver. Ik ben simpel, toch? Nou, was een vrij ingewikkeld antwoord, moet ik je zeggen. Ja? Nee, maar I love it. Ja? Vol met saus. Passion. Urban Kabina. En jij, ben jij iemand die per se in een relatie moet zitten? Nee, tenminste, voorheen had ik dat gevoel nooit. Omdat ik heb eigenlijk nooit echt relaties gehad. Ah. En zeg maar, als ik iets had, dan vond ik het niet benoemenswaardig. Dan was het snel. En eigenlijk, sinds het me is overkomen, heb ik wel zoiets van, oh, dus dat heb ik eigenlijk altijd gemist. Maar ja, zolang je het niet kent, mis je het ook niet. Snap je wat ik bedoel? Dame, je moet nu smelten als je me hoort praten. Dat is jij bent de oorzaak. Dat is wat ik zie. Dat is een beautiful thing. Ja, dat heeft het bij je aangewakkerd. Ja, dat liefde ding is eigenlijk best wel... Dat is eigenlijk wel mooi. Gewoon. De moeite waard. Ja, toch. Zeker, man. Robina was aan het praten. Hé, heren, we zijn lekker bezig. It's a passion thing. We gaan even breken. Hey, nou, hier mogen we nu ook komen zitten, hoor. Hey, Shano, jij moet sowieso blijven zitten, man. Jij staat weer af, man. Passion. Broederschap hebben we het al over gehad. We hebben weer even de oude samenstelling aangenomen, want ik wil met jullie een spelletje spelen. Of eigenlijk een beetje die broederschap testen. Mm-hmm. Ja, hè? Want ik wil zien hoe goed jullie elkaar kennen. Tenminste, wat voor gedachten jullie hebben bij elkaar. Het komt allemaal voorbij. Ik pak er even wat bij. Mm-hmm. Ja? Lukuja. Ik heb 3 bordjes, ja? Deze is voor jou. Deze is voor jou. Mm-hmm. En deze is voor jou. Mm-hmm. Ik ga jullie vragen stellen. En je hebt maar... Er zijn niet 2 antwoorden. Je hebt 2 antwoorden op het bord. Maar als het antwoord jouzelf is, dan laat je het bord liggen. Okay. Dan weten we dat je jezelf bedoelt. Ja, want we willen dus die broederschap testen van passion. Hoe goed kunnen ze elkaar? Brocode hebben we al gehad en shit. Dus ik ga een paar vragen op jullie droppen. Mm-hmm. En laat maar weten wie dat moet zijn. Y'all ready? Ready, man. Jij kijkt heel serieus, Martijn. Like you've been waiting for this moment. Maar hoe ik proberen? Het is allemaal luchtig. Nee. Ja? Oké. Wie van jullie wordt het snelst droemoe? Bordje draaien. Niet kijken naar elkaar. Niet kijken. Laten zien. We wachten nog op die meneer die weer aan zijn muts zit. Ah, dat is het antwoord. Jezelf? Martin. Ja. Oh, je staat er. Hij wordt rostig. Hij wordt rostig. Jullie zien dat voor ogen. Hij wordt rostig. Oké, maar wel eerlijk zijn. Jullie kennen elkaar. Er was geen twijfel ook. Oké. Nogmaals, als je geen bord laat zien, dan ben jij het zelf. Dus dat was duidelijk. Oké. Cool. Wie is de diva van de groep? Niet naar het bord kijken... en als je wil vegen en andere namen schrijven, mag kan dat het ook zijn dat je gewoon dat er niet is. Kan ik denk, weet je, er moet eentje, er moet één iemand zijn. Dus al is het er heel weinig, dan moet er toch één iemand zijn. Weet je wie echt een diva is van de groep? Hij is niet hier, maar Blanky is een diva van de groep. Man. Ja, okay. Ja, daar kan ik het mee zeggen. Weet je, met kleren moet alles kloppen. Ja, dus dat stel je voor, jij bent een beetje vermoeid, dan ga je het ook van hem horen. Ja. Van, ja. Nou, hij heeft je kreukel heeft. Ja, precies. Oké. Blanky, de Karin en ja. Blanky, hij hoort het nu ook. Zijn oor is dat op het moment. Blanky. Oké. Blanket. Passion gaat lekker, hè? Maar wanneer jullie succes bereiken die voorbij jullie grootste fantasie gaat, wie verandert er als eerst? Zo.
Geen van ons hier. Weet je wat we gaan doen? We gaan het wel bij jullie houden. Ja, bij ons? Ja. Okay. Dus, wie zou maar luister, ik neem geen genoegen met dat antwoord. Maar bij deze wel, omdat hij zo standvastig was. Wij hebben best wel veel. Zoals Elvin net al uitlegde. We zijn nu denk ik pas 5-6 jaar echt serieus bezig. En wat we eigenlijk bereikt hebben, we hebben dingen bereikt die vele bandjes die al misschien 20 jaar bezig zijn nog niet bereikt hebben. Ja. En het is zo eigenlijk zo snel voor ons gegaan. En hoe ik zie dat we ermee om zijn gegaan, ken ik voor Martin zeggen en Elvin zeggen dat we nog steeds dezelfde jongens zijn. Nee, toch? Dus ik zou het niet weten, man. Eens? Misschien is het heel raar wat ik ga zeggen, maar je weet het niet, man. Dat is zo. Weet je waarom je het niet weet? Omdat je niet weet wat op je pad gaat komen. En veranderen hoeft niet negatief te zijn. Hè. Nee, klopt. Precies, dus dat zeg ik hier ook niet. Maar wie gaat eerst veranderen? En dat hoeft niet negatief, inderdaad. Dat weet ik niet, want ik weet niet wat voor succes we gaan hebben. Snap je? Kijk, stel je voor, ik geef een voorbeeld. Stel je voor, je gaat zo hard dat je pakt hit na hit in de top 40 in Nederland. Je kan niet meer normaal over straat. Dan verander je al. Omdat jij moet maatregelen gaan treffen dat jij van A naar B kan gaan op een normale manier. Ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik ben niet met je eens dat jij al verandert. Zeg maar dat de situatie verandert. De omgeving, precies. Weet je, jij moet bepaalde dingen gaan doen omdat je niet openbaar kan lopen. Ik zie dat als verandering. Maar nu zeg ik niet veranderen. Oké, je verandert zelf niet. Je verandert de situatie om je heen, toch? Ja, zeg maar. Ja, ja. Maar misschien heb jij sowieso een punt. We weten het pas wanneer het moment daar is. Ja, maar daar geloof ik heilig in. Kijk, ik geloof er ook zeker in dat... En dan is het niet eens zo. En dan is het niet eens zo dat wij misschien als persoon veranderen, maar degene om je heen. Gaan veranderen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dat denk ik ook. Jesse, iemand zingt same old G van Genuine. Want dat de man zingt aan Poku, toch? Ja, man. Nee, maar ik geloof daar ook in. Want kijk, ik zeg altijd, ik zal dit nooit doen, dat nooit doen, dat nooit doen. Maar te amonifadong. Jij weet niet welke stof vrijkomt. En misschien juist omdat de mensen om je heen veranderen, dat jij schild gaat creëren waardoor jij ook verandert. Ja. Het zou kunnen. Ja, het zou zeker kunnen. Ja, ik durf het niet te zeggen, man. Ik hoop, zeg maar, tenminste, ik hoop het. Kijk, want bijvoorbeeld die documentaire van Kanye West. Yeah. Die is nu online op Netflix. Heel goed. Heel goed. En je ziet echt van hoe die in het begin Klopt. Was naar hoe die nu is. En het is een wereld van verschil. Klopt, hij was toen ziek. Hij is nu nog zieker. Dat is waar. In het begin vond ik hem gewoon zelfverzekerd. Juist. Heel veel mensen konden daar niet mee handelen. Ja. En nu is die inderdaad een beetje doorgedraaid. Maar nogmaals... De mensen om hem heen, je weet niet wat er allemaal gebeurt. Ja, nee, precies. Zeg maar. Respect. Dat ding heeft me respect gegeven voor die man, die documentaire. Ja. Want die man had een visie, is nooit van afgeweken daarvan. Klopt. Hij dacht toen dat hij de shit was, heeft bewezen dat hij de shit is. Hij denkt nu dat hij Jezus is. En het is ook mooi, want het wordt zeg maar... Hij was de shit, niet Jezus. Ja, maar die documentaire wordt eigenlijk niet verteld vanuit zijn kant. En dat is het mooie. Dat is mooi, heel mooi. Dat is echt mooi om te zien. Heel mooi. Oké, mooi. Wie hier aan tafel is het makkelijkst te beïnvloeden door een vrouw? Door een vrouw? Op welke manier? Beïnvloeden is beïnvloeden. Positief, negatief, maakt niet uit. Maar iemand, een vrouw kan gewoon... Dus omdat hij dat vroeg, wist ik het eigenlijk al. Ik vraag wat je bedoelt. Nee, maar dat is het antwoord al. Dat jij nog... jij moet nog vragen van... Maar hoe bedoel je? Ja, toch? Omdat... Mima Saba inhoud. Maar Martin is het wel. Hey, maar jullie lijken me één kiek trouwens, Passion. Serieus. Jullie zijn allemaal characters bij elkaar. Weet je, kijk. Nogmaals. Je moet het zo zien. Okay, wacht, leg je uit waarom jij beïnvloedbaar bent door een vrouw. Kijk, ik ben nou eenmaal een... Ik moet erbij zeggen, in onze break ben jij ook de enige die meteen is gaan bellen met vrouwtje. Hè? Ik ben best wel een emotioneel. Klopt. Dat ben je niet. Dus zeg maar niet emotioneel, als in mokreer of wat dan ook, maar ik heb wel bepaalde principes. Ja, zeg maar. Ja, hij staat als ergens voor. Als Mattie zegt, verwacht ik iets van een Mattie. Ja, dus zeg maar, zo, I get that. Hetzelfde met vrouwen, zeg maar, if je Abraham een grens naar me, dan kan ik een beetje Bobby Brown
worden. Oké. Okay. Maar voor de rest, nee. Ja. Meer Chris Brown. Chris Brown bedoel je waarschijnlijk, Chris, ja. Cookie Bobby Brown schuld, ja, zomaar. Ja, maar Chris Brown. Oké. Okay. Ja, kan ik een beetje Chris worden, ja. Oké. Okay. Ik krijg allemaal good energy van jullie. En toch is de vraag, wie is het positiefst in, het groep, in de groep? Ja, maar jij zegt Martin of denk je nog? Oké, okay, wat is het? Martin, toch? Hey, Martin, je scoort hier, man, tijdens dit spelletje. Je wordt emotioneel hiervan, toch? Wat, kijk, hij zegt net, hij is een emotioneel persoon. Yeah. Is in van, als je zijn grens voorbij gaat, dan ga je het van hem horen. Yeah. Maar weet je, er gebeuren, kijk, in een band gebeuren heel vaak dingen. Of, yeah. En ik of mijn broertje zijn heel vaak die mannen die zeggen van, no, en we gaan dit doen en dat doen. En dan is hij degene die zegt van, no, maar nee, laten we het anders doen. Of kijk even naar dit, of laten we dat doen, of zus doen. Dus. Maar, wanneer hij, zeg maar, zijn hoofd heet is, dan is het wel moeilijk om hem af te koelen. Oh, dat bakken. Ja, die grens toch? Dat is weer die grens. Dat is weer die grens. Maar het duurt wel lang voordat ik daar ben. Dan wordt een panter dan. Allee, ja. Oké. Nou, dan komt het bij. Ah, ja! Je moet gewoon zeggen hoor. Het is gewoon open, open en bloot. Maar mensen... Albino panter wel. Heren. Wie van jullie is het slechtst met Doekoe? Bak. Ja. Bakken. Kom je eerlijk. Nee, maar jullie, hè? Jullie, dat is... Maar dat is iets... Kring? Ja, dat weet ik persoonlijk niet van hem, man. Dat is gewoon eerlijk. Ik wel. Van mezelf. Dus... Ik... Nou, ik denk wel Martin. Ja? Ja. Dan gaan we even... Als Martin het zegt... Dat jij gaat mee in de flow? Ja, hey, Martin, nee, populair, jong. Sammy Shija, you not Beyoncé, Fagroep. Je moet jezelf kennen. Weet je waarom ik het zeg? Ik weet nog vroeger... Had die man lauw in een maand 2-3 Jordans waarvan ik dacht van, maar waarom heb je 2-3 Jordans nodig, zeg maar. Martin was zo'n chauffeur vroeger, hè? Abirai was zo'n... Warastawagi. Was zo'n golf met 15 kleuren. Okay. Ik zeg, klik ik hier zo'n man, jong. Zij rijden een Rastawagi. Ben je niet just gentleman, no? Bad boy. Yellow man. Dat was hem. Yellow man. Nee, maar werkelijk een jazz gentleman. Ja, zo facie toch even. Die neem ik. Yellow man. Oh, jongens. Nee, is een beautiful thing. Ja, toch. Oké. Okay. Hey, boy. Hebben jullie een creatievere antwoord dan Martin? Ik moet mijn best doen, zie ik hier. Oké, okay, dan ook wat direct. Wie is de grootste viezerik van jullie? In bed. Hey! Piep, 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 piep. En aan mij lukt het meer alsof hij niet tot 10 kan tellen. No, ik was gewoon verbaasd. Ik ben je was verbaasd van, hé, mijn reputatie. Ja, ik ben verbaasd. Kijk, als twee man mijn naam houden, dan kan ik niet reten. Kan je niet veel zeggen, nee. Nee. Oké. Okay. Hij wil er niet verder op uitweiden, zie je dat? Nee. Nou, je hebt me niks gevraagd, dus... Precies. Ik zal maar van, jij bent... Elvin, gewoon heel professioneel. Waarom is dat het geval? Ja, ik weet niet waar jullie dit op baseren, zeg maar. Oh, okay. Laten we gerust zeggen, in de tijd dat wij bepaalde dingen niet durfden... Was hij al daar? Ja, we werden door hem gekozen van passion. En dit en... Ja. Ik zeg alleen één ding wil ik alleen kwijt. Nou, hoe ga ik het goed zeggen? Zodat het niet weer de verkeerde kant geteeld wordt. Zeg maar. Ja, zeg het maar. Zit je dan, hè? Ik vind wat je als man bij een vrouw kan doen... Welke handeling je bij een vrouw verricht, is niet homo. Veel mannen willen bepaalde handelingen die je seksueel bij een vrouw verricht... willen dat naar de gay kant doen. Ik ben het niet eens met dat. Besef dat niemand het naar hier heeft gebracht, maar jij, hè? Dan moet je ook volgende vraag nu zeggen. Nee, daarom die inleiding. Oh, je bent ook een beetje opera weer precies. No. Kijk, ik ga ook niet doen alsof ik dom ben. Ik weet donders goed wat deze twee mannen bedoelen. Snap je? Maar wat bedoelen ze dan? Nee, voor dat te zeggen. Nee, maar ze zeggen ik ben een vieste, snap je? Dat is één. Ik heb...
eigenlijk niks gezegd nu. No, ik vind wat no. Je als... Maar wat als je vraagt wat je wil een vraag stellen? Nee. Hey, shit. Ja, je antwoord is een beautiful thing. Ik heb het eigenlijk al gezegd. Er kwamen dingen tevoorschijn. Bepaalde doelgroepen kwamen tevoorschijn om een of andere reden. Ja, dus wat hij eigenlijk zegt, bepaalde dingen die... Hé, maar wacht even. Zijn we zo... hebben die... Nee, ja? Kan ik erop inwijnen? Uitwijnen? Is botplay iets waar we niet bang voor zijn hier? Botplay? Wat versta je onder botplay? Dat is de vraag. Wat, zeg maar botplay as in... Wat versta je onder botplay? Nee, maar waarom maak jij die opmerking sowieso? Nee, ik vraag... Nee. Wat versta je onder botplay? Dus dat bij jou wordt gespeeld? Nee. Dat niet? Nee. Oh, maar dat... Oké. Dat daarom zei ik van wat je... Wat niet erg is, by the way, maar dat is niet het geval. Kijk, hey, doe je ding, man. Als je daar vrolijk van... Jij wil zeggen, ik judge niet. Ik judge niet. En als ik naar hun reactie krijg, zou ik zeggen, goed zo! Bro, ik zeg heel eerlijk, ben jij de laatste die moet judgen? Als ik naar Passion kijk, hè? Nee, man, dat is het niet. Maar daarom zei ik wat je als man en vrouw kan doen, en dan... Expliciet zeg ik daarbij, zonder attributen. Want. Hé, hey, Amand is naar natural. Ja, maar moet je nog. Snap je? Head first, hè? Ja. Snap je? Hé, respect, sowieso. Dat is een titel waar je trots op mag zijn, hè? Waar het eigenlijk op neerkomt, is hij zong vroeger veel gospel. Hè? Dat is waar het een beetje gospel? Oh, gospel, oké, ja. Maar naar gospel zanger. Ja. Yeah. Smokey Norfo en zo. Ja, oké. Oké. Dat zeggen hun, hè? Ja. Hallelujah, dat soort dingen. Oké. Freak them. Oké, it's a beautiful thing. Heren, jullie zijn hilarisch zonder dat jullie het weten. Oké, I love it. Wie heeft de meeste geheimen? Hoe spiek kan jij? Hoe net gewoon antwoord geven? Want jullie spieken. Jij spiekt voor hem. Ik ga voor deze. Hey, dat geloof ik meteen. Ik ga voor deze. Ik weet niet voor wie ik moet gaan. Maar kies. Maak je keuze. Zonder dat je spiekt. Ik neem deze. Je neemt hem? Ik neem deze. Ja, want je antwoorden zijn... Ja, het zijn antwoorden. Maar het is redelijk vlak. Hij is, zeg maar, bij hem... Hij niet helemaal open, hè? In die zin van... Is niet meneer Gospel. Als je moet weten hoe hij voelt, kill... Voer dat gesprek, Tide, moet je gewoon volgende week nog gesprek voeren. Of Sabi, of dat. Om te meten. Hoor je dat beeld van jou? Want hebben jullie dit soort gesprekken... ja, zeker. Wel eens met elkaar. Jullie praten veel, hè? Zeker. Wat voor geheimen heb je, Marciano? Niet in zozeer geheimen. Ik ben een moeilijke prater. Oh, oké. Ik ben een moeilijke prater. Ja. Ik hou ervan om dingen zelf altijd op te lossen. En dat soort dingen binnenvetten. Binnenvetten. Ja. Pas op, Jere. Ik vind wel Libi langer. Ja. Laat het gewoon eruit. Is een tip. Tsumanami. Maar is een tip voor me. Oké. Nee. I love it. Maar jullie kennen elkaar wel. I love it. Niemand hier die opkijkt van, hè? Waarom ik? Ja. Gelijk eens. Viezerik, binnenvetter. Voorzitter, dat is beïnvloedbaar. Grote viezerik. No? Oké, heren. Zoem naar Moro Biggie Jaffer. Wie is de grootste bluffer? Ja, toch? Viezerik. Ja. Deze man kon Isap Sam Toe Tide. Soms is hij in Zuid-Afrika, zeg gewoon is het er meer, kill. Oké. Dat is die disguise. Oké. De grootste. Maar dat was ook toen ik vrijgezel was. Ik deed die dingen vaak. Ja. Weet toch, gewoon van, om geen last van bepaalde personen te hebben. Dan zei ik... Die renden in Engeland. Dan was ik in Engeland. Maar dan niet bij postfoto voor Engeland. Ja, maar ik was zoek wel foto. Oh, echt waar? Ja, gewoon één die lijkt op een selfie, kill. Ja, maar die zijn naar Jaffa, die is naar gewoon klinklat lee. Ik was niet... Ja. I love it. Ja. Maar je represent wel, je staat wel achter je shit. Dat kan ik waarderen. Ja, tuurlijk. Die tijden zijn geweest, maar het is wel gebeurd, je weet toch? Oké, we zijn er bijna, Jara. Ai. Wie heeft er altijd honger? Niet spieken. Ik weet dat het zo over mij gaat praten. Oh ja? Kijk, zie je hoe dat ding is geswitcht van
Martin naar Alvin, hè? De tweede gedeelte. Ja, die onderwerpen gaan goed over in elkaar, zeg maar. Dus... Maar sowieso, Ilop Nyang, dat hadden we geconcludeerd. Maar dan dit keer geen gospel, maar dan meer eten. Oké. Okay. Hey, I got you. Okay. I got you. Oké. Okay. Heren Lukuno, wie heeft de grootste bodycount hier aan tafel? De grootste bodycount? Ja. Hey! Stille water, diepe gronden. Sorry. De, ja. Stille water, nee, diepe man. Gronden. Hé, hey, nou man, battle. Nee, deze man houdt rekening dat afrouw Elukutu. Kijk, Inadis, de maatstap dat mij ben verlegen voor. Ik durf niet eens te dansen. En hij had altijd een relatie op. Ja, ik ben de relatie niet eens. Da, dus ik heb misschien mijn hele leven kan hij... Maar nu dans je elkaar schuur. Ja? Zal ik je wat vertellen, Gilly? Huh? Voordat Martin in Passion kwam, was hij een hele lieve jongen. Heel lief, super lief. Ik ben nog steeds heel lief. So, ja, tuurlijk, maar hij wilde bepaalde soort liedjes wilde hij niet eens zingen omdat hij te vies was. Oh, for real? Snap je? Ja, maar... Ja, Kierkie boy? Maar dat is gewoon lief, lief. Snap je? Ja. Maar uiteindelijk, ja. Opporing? Ja. Jullie hebben hem verpest. Nee, dat valt mee. Jullie hebben geïnjecteerd met passie. Hij is niet meer die lieve jongen. Van hij is niet die Martin meer. Hij is wel lief, maar anders, zeg maar. Het is een andere... Ik praat wel een beetje meer als toen. Ik ben een beetje... Ja? Ja, een beetje mondig. Voorheen moest hij altijd drinken, dan werd hij roze en dan ging hij praten, snap je? Dan kreeg hij... Is hier als je dat de man sap, Heri model? Ja, maar we hebben lang met elkaar gelopen, toch? Passion op bewakker toe, dus ja. We kennen elkaar een beetje. Ja, man. Oké, hoeveel heb ik er nog voor jullie? Oké, nog eentje. Ah, ik heb het net al in dat vorige ding behandeld, maar nu ga ik het richten op jullie. Vergeet even dat jullie in een relatie zitten en shit. En weet je wat? Je mag heel team meenemen van jullie bestaan uit, 15, 17 man? Ja, zoiets, 15, 16. Binnenkort 18, dan Simang. Ja, maar als je moest kiezen, wie zou met je favoriete nicht of neef mogen gaan? Als je moest kiezen, wie zou met je favoriete nicht of neef mogen gaan? Uit de band. Uit de band, inderdaad. Ja. Hey, ja, oh ja? Ja, je spieken toch? Je wordt beïnvloed. Ik zei meerdere toch, daarom. Oké, maar is je mag andere meenemen. Ja, zeg maar een andere meenemen. Je mag wegvegen, ja. Ik kan meerdere zetten, oké, dan kom ja, ja. Dus je mag één persoon kiezen, maar die uit de band. Ja, uit de band. Ja, dus ze hoeven niet hier aan tafel te zitten. Dit is de laatste. Ik schrijf gewoon jullie mogen hetzelfde doen, maar laat je niet beïnvloeden. Maar jij hebt al dat bepaald. Sowieso. Martin. Mijn favoriete nicht. Mijn nicht. Je favoriete nicht. Ja, wie uit de band mag gaan met haar? Ik vertrouw hem ook weer. Oh ja? Ja, ik vertrouw hem. Ach, die icon. Marciano, Martin. Hé, maar dat is een compliment, hè? Ik vertrouw hem. Amit ja. En Martin. Je nicht mag gaan naar Toemang. Nee, maar dit zijn de jongens die... Nee. Oké, maar als ze dat zou willen, wie ben ik om dat te doen? Om haar te judgen. Maar Asaba, nieuwste lid dan? Oké, we gaan verder. Nee, maar luister. Amit, dat zijn twee namen, toch? Amit en Martin. Oké, Martin hebben we al een beeld over gekregen hier een beetje. Wacht-ie, ik ga eerst bij jou. Waarom, Shano? Allemaal rustig. Zeg maar, ook als persoonlijkheid. Zeg maar. Ik heb het niet over, weet je, wat ik van hem weet, et cetera, et cetera. Maar als persoon zijnde, allemaal nou wel rustig, jij. Weet je, en ja, zeg maar, sowieso iemand die waarvan ik denk dat hij dat gesprek aangaat. Weet je wel, en niet broeien. Oké. En die Amit waar jij het over hebt, waarom hij? Rustige boy gewoon, man. Hij praat niet veel, serieus. Gewoon, weet toch, uit je boompje een beetje. Dus ja, zo'n model gun je voor iedereen, denk ik toch. Zit hij nu in een relatie? Ja, man. Nee, man, brok een relatie om je nicht. Nou, maar kijk, wie ben ik als hij mij zou vragen van Elvin, weet toch. Ik hou van die mentaliteit, wie ben ik. Ja. Luister. Martin, toch? Ja, waarom Martin? Nou ja, hij heeft altijd in een relatie gezeten. En ik heb het altijd kunnen volgen. Hij gaat er volledig voor. Oh ja? Ja. En ook toen hij single was en een dame leuk vond, hij gaat er volledig voor, snap je? En nu zit hij ook in een relatie. Hij gaat er volledig voor. En hij gaat er volledig voor. Dus dat is... Ik ga jullie een tori vertellen. Eerste vrijgezelle periode, toch? Ja. Vond hij een dame leuk. Maar we hadden een studio sessie. Maar je weet, in de studio... Allemaal weer joggingpak. Gewoon. Nee. Hey, toch? Flexibel. Flexibel. Ja.
Die man komt binnen. Fully white. Fully white. Witte jeans, witte shirt, huh? Witte riem. Witte schoenen, witte kant. Jordan. Sensation toen had hij nog haar, hè. Toen had hij nog haar. Oké. Amapiri nog maar. Toen had hij nog haar. Amakamawiri's coins is ongeveer. Ja, maar. Maar zit die dame was aanwezig. Nee. Arcatori. Arcatori, dus hij kwam binnen helemaal wit. Dus hij zei al van. Wat is dat? Wat is er aan de hand? Nou, niks. Oké, hij zat, we maken pokoe. Na uren. Hey, jongen, ik moet wel weggaan nu. Ik moet wel weggaan. Ja. Dus achteraf komen we erachter dat hij dus een afspraak had. Een hele ding. Ja. Met een dame. En ik, als ik voor mezelf moet praten, ik ben nog nooit fully in het white naar een dame gegaan. Ja. Bij een date. Ja. Maar ja, dat naar meer. Is een smaak, denk ik. Dat naar meer. Dus. Ja. En hij had ook een leeuw op zijn riem, dat weet ik niet. Een witte riem. Lion. Met een leeuwenkop. En dan maar spooit dat pomade. Een Surinaamse Versace. Old Spice en maar spooit die. Ik pot Florida water. Nou, dat niet. Old Spice, ja. Dat niet. Dus Martin, man. Martin. Oké, Martin. Hey, I love it. Heren, jullie kennen elkaar goed. Kijk, het mooie is, en dit laat alleen zien. En ik bewonder jullie als ik naar kijk. Jij gaat me nu verlaten. Niet per se omdat je niet naar je zin hebt. Ja, man. Maar je hebt verplichtingen. Ja, man. Gekoppeld aan de liefde. Klopt, man. Je ziet toch? Want iemand van de schoonfamilie is jarig of dat soort dingen. Ja, mijn schoonvader is jarig, man. Dus kijk daar. Ultieme schoonzoon. Ja, blijkbaar deze ook. Look what's on your passion. Mm-hmm. Abon, we gaan je. Maar dan gaan we shuffelen. Gaan we gebruik maken om te shuffelen. Fernie. Wie ever wilt. Nee, leuk heren. Ai. Ja, Milo Bang, maar jullie kennen elkaar, hè? Mm-hmm. I love it. We kennen de viezerik, we kennen de beïnvloedbare. Koppel de Sandy's girl. Je hebt me even aan de Sandy, hè? Koekring. Kijk eens. Heb je een dingetje? Goedenavond, welkom, mijn man. Lafa, no? Ja, Lafa, ai. Lafa, S.E. Broedoe Faya. Dat zeggen ze. It's a beautiful thing, man. Hey, mijn man, wat met je, hè? Bless, wat taki. Ja, heren, wat ik dan wil behandelen, Lafa is nu aangeschoven. Ingilis Loveline, haal ik elke aflevering een liefdesquote voorschijn of een quote over relaties of seks. En daar kijk ik dan met mijn gasten naartoe. Zoom op in. Alleen om te kijken wat jullie ervan vinden, of jullie ermee eens zijn. Of je bedenkingen erbij hebt. Ze zeggen namelijk, als op de vraag wie heeft de broek aan in jullie relatie, het antwoord is 50-50, dan heeft de vrouw de broek aan. Sowieso heb ik de broek aan, man. Kom op, man. Kijk, een mannenantwoord daar. Een mannenantwoord. Wacht, er is balans. Er is balans gekomen. We weten al hoe dit zo meteen. Hoe dit gaat lopen zo. Dat weet ik wel. Kijk, ja. Wacht. Amanda. Amanda is een ander geluid, merk ik. Maar van als er wat kapot is, wie moet het maken? Ik toch? Maar heb je dan per se de broek aan? Sowieso heb ik de broek aan. Dat is 100% zeker. Dus, we gaan daar zo meteen verder op. Maar wat ik dus zei, zo, als je aan een man vraagt wie heeft de broek aan en hij zegt 50-50. Dan zegt ze, dat betekent waarschijnlijk dat de vrouw de broek aan heeft. Wanneer een man zegt 50-50. De vraag is, wat is de broek aan hebben? Isabi toch? Zeg maar, soms laat ze je voelen alsof je die broek aan hebt. Maar even als Martin, dat ben je de boy. Martin. Je hebt niet de broek aan, kunnen we dat? En daar is niks. Ik kom er voor uit. Ik heb de broek niet aan. We hebben een Siamese broek. We wakken samen. Ja, ne? We wakken samen. Dus we omschrijven jou hier. Wanneer een man zegt 50-50, heeft waarschijnlijk. Jij zegt gewoon, luister, ik heb de broek niet aan. Ik heb die broek niet aan. Ik zeg jullie eerlijk. Ik heb eigenlijk. Als zij zo wil denken van, hé, denk jij maar dat jij de broek aan hebt. Dat is zo, weet je. Mij maakt het niet uit. Maar ik laat haar wel gewoon zien van, hé. Als er wat kapot gaat of iets moet gemaakt worden, ga een bedrijf halen, dan ga je betalen totdat je voor ons weegt. Ik weet, ik ben goed in alles. Je bent echt goed in alles. Ja. Is dat van mij, denk zeg maar, ja. Mila, zeg maar dadelijk, moet ik. Is weg. We hebben tijd. Ja. Oké, maar standvastig, je hebt de broek aan. Kan jij je voorstellen dat je in een relatie zit waar de vrouw de broek aan heeft? Dus het komt erop neer dat zij bepaalt. Financiën. Maar ook kleine dingen. Zij bepaalt gewoon, daar gaat het om. Zij heeft eindstemrecht. Uiteindelijk is dit wat er gebeurt. Nou, nee, man. Dat kan ik me niet voorstellen.
Nee? Nee, man. Zo ver ga je ook weer. Dat is samenspraak. Zo ver. Nee, nee, dat is samenspraak, Tori. Uiteindelijk is er toch dat samenspraak ding, I get it. Maar uiteindelijk is er toch één iemand die bepaalt wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Kijk, bij mij is het juist andersom. Het is juist dat zij naar mij toe komt van, hé, wat vind jij, wat gaan we doen? Jij mag het zeggen, je weet toch? Zij zegt juist dat tegen mij gewoon. En dan denk ik, dan heb ik weer zoiets van, zeg jij het maar, weet je. Want altijd kom je naar mij en dat dan, is voetbal, snap van. Je? Ja. Naar je schuld. Nee, maar het kan niet met schuld, want zij vraagt mij en ik moet eigenlijk gewoon antwoord geven. Maar meestal ben ik, zeg ik gewoon klaar. En wat ik zeg, dat gebeurt gewoon. Klaar. Jij wilde gelijk reageren ook hierop. Over de broek aan hebben of niet de broek aan hebben. Ja. Ja, omdat het was voor mij niet duidelijk hoe precies. Oké. Want de broek aan hebben is. Ja, zeg maar, want net benoemde die dingen. Precies. En dan zeg ik, ja, nee, dat laat ik ook niet gebeuren. Maar hoe zag jij het dan? Je wil weer lekker. Amsa? Nee. Ja, nee, ja, op wat voor manier? Kijk, ja, weet je. Wie heeft de broek aan bij jou thuis? Laten we rechtstreeks daar naartoe gaan, want ik zie een hele hoop. Bij mij. Noem ik de Makisi. Hij is op een stap. Van de op tijd toch? Een potje wat er aan. Nou, ik hem wel. Jij toch? Ja. Toch wel? Ja, toch wel. Want, net als Lava. Zo, mijn vriendin is you makkelijk. Me boom, ik ben sowieso op een eiland. Ja. Maar jij zegt je vriendin is sowieso... Mijn vriendin is makkelijk. Dus, wat dat betreft. Ja, wat dat betreft is ze makkelijk. Ja, dus, dus als ik zeg van, hey, we gaan dit doen. Oh, ja, oké. Okay. Of zullen we... Oh, oké, okay, ja. Weet je? Dat is het ook gewoon. Precies. Ja, het is dat ze toelaat? Nou, misschien... Heeft dat met toelaten te maken of heeft het te maken dat ze gewoon makkelijk als persoon is? Oké, okay, ja, nee, als dat is en snel tevreden, als je bedoelt. Ze is, weet je, ze is snel al happy. Okay. Ik denk dat het bij haar belangrijker is dat we gewoon samen zijn. En dan maakt het niet uit of we naar de bios gaan, of uit eten, of een wandeling maken, bij wijze van spreken. Want sommige mensen, ik kan me voorstellen dat sommige vrouwen, van die heavy feministische vrouwen, die horen ons zo praten en die krijgen kriebels gelijk. Maar, ja, werkelijk. Kijk, Martijn is politiek correct. Heavy feministische vrouw. Nee, dat is spannend. Ik heb gewoon een mening, dus zeg maar, daar maak ik me geen zorgen over. Nee, maar de broek aan hebben is niet per se iets negatiefs, hè? Dus als zou die vrouw de broek aan hebben, één iemand moet... Het kan ook betekenen dat je vertrouwen hebt in de beslissingen die iemand neemt uiteindelijk. Maar tegelijk dat wat je daar schetst, heeft het botst tegen onze cultuur. Dus dat is een belangrijke opmerking. Tegelijkertijd, dus tuurlijk is het niet erg om een vrouw af en toe die broek aan te laten doen bijvoorbeeld. Weet je wel? Maar in onze cultuur is het zo dat je nou een man kan. Ja, ja. Daarmee is eigenlijk gezegd, ja maar je nou een man toch? Juist. Dus ze hoeven niet eens uit te leggen wat ze bedoelen daarmee. Nee, maar jij bent toch die man? Dat moet je al weten waar het is. Zeg maar, dat is een beetje de cultuur waar je uitkomt. Dus, en jij doet dus niet mee aan die cultuur? Nou, het verschilt per onderwerp. Weet je, zeg maar, minespan bijvoorbeeld in huis. Dat moet gekocht worden. Dat is dus haar afdeling. Doe wat je wil. Soms met Doro Osso, is die tv daar, is die bank daar. Ja, ne? Met Doro Osso Bakka, die bank is daar, die tv is daar. Je bang, je mag vroegen. Ja, dat mag wel, tuurlijk. Hij maakt die banken zelf, dus. Het mag. Nee, zo handig. Maar ze gaat sowieso wel mij vragen, van, kan je mij helpen? Met... En als ik zin heb, dan doe ik het gewoon. Als ik geen zin heb, dan ja. Dan... Maar ja, meestal dat gebeurt heb je gewoon zin, hè? Gewoon zin. Ja, want je maakt je zin niet af, en als ik geen zin heb, dan ja. Ja, voilà. Ja, ik laat het goed, hè? Dan laat ze het ook gewoon, toch? Dan... Want ze kan het niet in de eentje, toch? Maar ja, ik... Ja, dat is het ding gewoon, man. Ja? Ja, man. Maar je weet, sommige mannen hebben die broek aan, toch maar met de knop open. Maar kan switchen snel weer. Makkelijk, snel. Ik ben ook niet zo moeilijk, man. Nee? Maar dat is niet iets dat maakt je niet minder mannelijk. Dat vind ik ook niet, hoor. Ik moet erbij zeggen, shit, ik heb wel altijd de broek aan. Dat is niet speciaal een mannen-vrouwen ding, maar ik wil alles leiden waarmee ik te maken heb. Uh-huh. Dus shit, helemaal een relatie. En ik weet waar ik het over heb, dus doe rustig. Dat is een beetje het idee. Door rustig. Nee. Hoe lang ben je aan? Nee, ik maak... Ja, precies. It's a beautiful thing. Hans. Dus terwijl Martin me probeert te kwetsen... wilde ik nog even teruggaan naar een moment eerder. Want we hadden het even over brocoach. Ik weet niet of je het mee had gekregen of je al hier zat. We hadden het over brocoach. Maar ik was vergeten een verhaal te delen. En ik vroeg me af wat jullie daarvan vonden. Want het liet me denken aan het volgende.
En de vraag is, valt dit dan ook onder brocode? Kijk, ik had vroeger 2 matties. En ik ging niet met hun om een tijdje, 2 jaar. Gewoon andere interesses, andere richtingen. Maar in die tijd dat ik niet met hun omging en die motherfuckers deden het allebei, gebruikten ze mijn naam bij hun vrouwen. As in, waar was je? Ik was bij Gilly. En dan komen ze thuis onder invloed van een hele hoop dingen. Doe om in Sanga, whatever, trameid of zo. Maar dan gebruiken ze mijn naam. Ondertussen loopt iemand mij met moordogen op straat aan te kijken elke keer als ik dit zie en ik weet niet waarom. Ja. Later, we reunite. En dan kom ik dus erachter van, oh, al die tijd. De Ubi-taxi. Nee, maar dan, die smart deelt mij. Die smart deelt mij dat ze zegt, ja, een tijdje had ik echt een hekel aan jou. Want die tijd kwam hij bij jou. En terwijl ze praat, denk ik, die tijd? Die tijd meer nou bij Moksanga, man, schreef. Dan dacht ik, motherfuckers. Maar check, hier komt die brocode gedeelte. Op dat moment, Mikantak, hé, luister dan. Ondanks ik hun niks verantwoordelijk ben. Ik ben hun niks schuldig, is wat ik probeer te zeggen. Ondanks ik hun niks schuldig ben, schiet ik in die brocode van. Dat is van Ori Moffel. En achteraf ga ik naar hun en zeg ik, hé, hey, man, fuck hij, jongen. Je gebruikt mijn naam en shit. Terwijl wat nog mooier is. Ik ben juist de juiste mattie waar je wilt dat je vriend is. Maar dat weet zij niet. Maar mijn vraag is dus, was dat een goed moment om een brocode te breken? Zo van, hé, hey, man, luister. Of ben ik daar nog verplicht me aan de code te houden en mijn mond dicht te houden? Nou, nee. Zeg maar, kijk, het hangt er vanaf. Dus mijn naam, mijn reputatie gaat naar de kloot. Snap je nou? Is dat, zeg maar, ja, brocode gaat ook maar tot een bepaalde grens. Want eigenlijk, wat hij heeft gedaan, man, brocode, je brocode. Ja. Snap je? Dus zeg maar, als hij dat contract met jou verbroken heeft, ga jij je Hawaii contract met hem? Oh. Kijk, man, dat was wat vind jij? Kijk. Wacht, voorzien, Biggie. 6ix9ine. Als je die vergelijking maakt. Brocode uiteindelijk is we snitchen niet. Sowieso, maar sowieso. Ze hebben zijn vriendin genaki. Die guy. Oeh, je gaat de kant op hier. Oké, zeg maar, die man heeft zijn vriendin genaki. Maar we snitchen niet. Blijf staan, hoor. Maar hij heeft wel gesnitcht. I know. En ik begrijp hem ook maar, nog. Me doe 6ix9ine, maar me anno 6ix9ine. Nee, we snitchen niet. Maar, ik snap hem wel. Snap je hem? Kijk, er is een beetje... Maar mijn naam gaat dus... Maar ik begrijp je punt. Ja, tuurlijk. Ik vind dat in deze tory is er een beetje een grijs gebied. Want het stukje dat ik niet snap is... waarom... Hoe goed ben jij bevriend met ze als je ze goede eigenlijk... opmerking. Als je ze eigenlijk al heel lang niet gezien hebt... maar uiteindelijk weer ziet... en dan achteraf hoort wat ze hebben gedaan. Ja, dus goed bevriend, hè? Ja. Maar het gaat hierom. Zij gaan toch krom? Dus jij gebruikt mijn naam. In negativiteit. Ja, maar toch kan je niet snitchen, man. Nee, dat sowieso niet. Ik zou ook niet snitchen. Dus dat is voor mij... is een no-go gewoon, man. Luister, ik kom uit de Schilderswijk jaren 80, 90... Iemand snitcht jou, ik zal vastzitten, ik ga hem niet terug snitchen om vrij te komen. Nee, toch? Op papier klinkt het dom. Maar in het hart is dat wat we doen. Maar dong, op papier. Kijk, jij maakt net de opmerking met 6ix9ine, je zegt de man... Even naar me mee. Dus dat is een vorm van situatie. Maar neem je eigen situatie. Jongen met een meidje, je bent met een meid, et cetera. De mannen zijn bij lullen waarvan je dacht dat waren je bradas. Blijken niet je en zeg maar achteraf, Shano, kom ik erachter dat Shano mijn meid heeft gekrikt in mijn osso. En nu zijn we in een zaak. Of ik kan ervoor zorgen dat je vrij komt. En we gaan allemaal vrij. Of ik zeg, joh, maar bonbon. Wat ga ik doen? Je bron ook koude, sorry. Nee man, ik laat je gewoon... Als je dat hebt gedaan, ik laat je gewoon zien van, ik ben een man. Ja toch? Jij dus komt dat. Gewoon vrij en ik laat je gewoon zien van, hey. Dus daar zit het in. En mannen zijn dom. Gebeurd, ik verbrand je. Zo is het gebeurd, maar minanga you and mati moro. Klaar. Ja. Ik laat jou gewoon zien van, je mag het doen. Geen stress. Je komt lekker buiten, maar jij en ik, wij mixen niet meer. Man. Je gaat in die koude put. Dat doet veel pijner dan dat je gaat denken van, hey, no, jij in bron. Maar ik vind het wel moeilijk, man. Het ligt er ook een beetje aan hoe zwaar bijvoorbeeld die straf is. Want als jij buiten komt,
in een rollator, omdat je al 80 bent. Zolang heb je Wacht even. We gaan nu diep in die snitch story van 6ix9ine. Laten we blijven in het wat lichtere voorbeeld van mij. Mm-hmm. Ik zou niet snitchen. Mijn naam wordt geschaad door de homeboy. Hij ziet dat misschien als licht. Misschien is het ook wel licht, alleen ik zie het als licht. Begrijp je? Want ondertussen, dus iemand zit me met negativiteit aan te kijken. En ik zal maar kwetsbaar zijn voor die shit. Kijk, maar weet je hoe ik het ook bekijk? Weet je hoe ik het ook bekijk? Zeg maar... aan de andere kant denk ik ook... er is een reden waarom ze jouw naam hebben genoemd. Waarom? Ze gaan toch niet meer met jou. Jouw naam erin was geloofwaardig. Maar mijn naam is juist. Mijn naam is safe, want je moet blij zijn. Ik ga niet meer met hem op. Dus ik hoef hem niet meer te verantwoorden. Niks. Snap wat ik bedoel? Ja, maar ik zou dat niet doen. Maar dat is een ander verhaal. Maar goed. Hij had in principe elke naam kunnen roepen, bij wijze van spreken. Juist, maar, snap je? Dus, maar hij heeft dus ik moet vereerd zijn, omdat als je die naam hoort, moet jij denken, daar zit het goed. Ja. Maar als die mattie dan onder invloed steeds thuis komt en dit en vrouw... Telkens als die naar Gili gaat, dan... Terwijl Gili nooit in haar pleister is. Ja, toch, maar het is meer heb je nu ook van die wie matties? No. Man. Gehad. Nee, ne? Oh, dit is echt een Den Haag ding dan. Kijk, ik moet je wel zeggen dat het is wel eens gebeurd, maar dan ben ik van tevoren gewenkt van luister, Nociano. Zo. Dat op zijn minst, toch? Ja. Ik zeg, mijn man, look no me. Ja, toch? Ja, dat heb ik wel gehad. Op zijn minst, dat toch? Dat was het nog vroemer, maar dat was het meer, klopt. Dan weet ik wat ik moet zeggen. Weet je. Soms in paniek kan je domme dingen doen. En als je dan een naam roept waarvan je zoiets hebt van... ach, ik zie die jongen toch nooit. Dat wat ik bedoel. En dan is het nu zo toevallig dat jullie na die periode... dat jullie elkaar niet hebben gezien weer... Ja, weer reunited. En dan is het van... ja, maar... ja, nee, niet snitchen, man. Echt. Nee, toch? Nee. Dat is brocode. Belangrijk. Ja. Laatste voorbeeld. Ik loop misschien hier... in dit verhaal ben ik dan heel heilig. Maar ik heb wel een ander voorbeeld. Ook brocode shit misschien. Mattie van mij. Goeie Mattie. Gaat op vakantie. En hij gaat naar een soort land. Waarvan ik tegen hem zeg dus... En hij heeft vriendin. Ik ben cool met die vriendin. Dope vriendin heeft hij, by the way. Ja. Maar hij gaat naar een land op vakantie waarvan ik vind dat ik tegen hem moet zeggen... mijn man... breng condooms. Ik noem geen namen van landen, maar... ja, man. Dominicaanse Republiek. Ja, man. Dus... die man zegt misschien in een beetje losje bui of iets... zegt tegen zijn vriendin... die heeft gezegd, ik moet condooms meenemen. Die vriendin belt mij... waarom zeg je tegen mijn man dat hij condooms moet opnemen? Ik bel hem meenemen... Ik bel hem op, waarom zeg je tegen vriendin dat ik heb gezegd dat je condooms moet meenemen? Iedereen boos op elkaar. Brocode. Ben ik fout? Nou, hij is fout. Dat ik tegen hem zeg dat hij condooms moet meenemen, ondanks hij een vrouw heeft? Is hij fout? Dat hij daarmee naar zijn vrouw gaat. Niet snitch, maar gewoon... Hij is sowieso loslippen. Hij is dom. Sowieso dom. Nee, maar los daarvan. En is zij fout... dat zij dan met mij weer... zij fout tegenover hem... dat zij naar mij gaat om het te beren. Allebei dom. En ben ik fout dat ik weer terug ga naar hem... van waarom vertel je die shit aan? Ben jij ook goed op zijn vrouw? Ik mag haar wel. Dan, zeg maar... ja, het feit dat je hem zegt... Nee, maar juist realistisch. Ja? Realistisch van, mijn man... ik weet waar je naartoe gaat. Maar dan moet je een vrouw toch? Vreemd, toch? Je moet het niet zeggen, toch? Dus daar gaat het krom eigenlijk. Krom. De rest hoeven we niet eens meer over te hebben. Krom. Dus ik ben niet fout nergens. Dat ben je krom, man. Ja, ik weet niet, man. Ik vind er ook wat van. Weet je, als ik cool ben met je vrouw en jij gaat op vakantie, we zijn allebei niet gestoord. Als ik weet dat je naar een bepaald land gaat waar er verleiding is op een bepaalde manier, ga ik ervan uit dat je hoofd gaat gebruiken. Dus ik hoef jou niet te zeggen, hey, neem wat mee of whatever. Weet je, en wat je daar gaat doen is ook jouw zaak. Als je snapt wat ik bedoel op dat moment. Dus ik ben de laatste die gaat zeggen van, yo, doe dit of doe dat of doe zus of doe zo. Want dan, ja. Nou, ik zeg je eerlijk, als het de echte vrouw is, zegt ze gewoon van, hey, je gaat naar daar. En ze weet dat het gaat zo daaraan toe. Dat ze zegt zelf van, hey,
Je moet condooms kopen. Klaar. Hé, hey, Milo van Manny. Dan is de echte vrouw. Ben je nou een man? Dan is de echte vrouw. Dan is de echte vrouw. Is dat de echte vrouw? Nou, je soort tramanje. Daar ben ik fout opgegroeid in Suriname. Nou, echt serieus? Hoe lang man is DNA Ben? Zeker wel langer dan een jaar. Ja, dan langer dan een jaar. Bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar. Oh, is je toch? No, maar... Maar tot nu toe... No, was het allemaal niet. Relaar. Maar hij heeft een ander soort kijk op het leven, zie ik. Dus jij verwacht dat die vrouw zegt... Nee, maar we hebben het hier over realistisch, toch? Ja, je moet gewoon kriegen. Je bent gewoon kriegen met elkaar. Wat wilde jij zeggen, Martin? Want jij zei, je was het niet eens. Het gaat niet lukken. Ja, zeg wat maar wat hij daar zegt. Gaat niet, ja. Maar, ja, ik weet het niet. En andersom dan? Alleen maar... Hetzelfde. Hij is wel gewoon hetzelfde gewoon zeggen. Jij zegt tegen je vrouw, je gaat naar de Dominicaanse Republiek, neem condooms mee. Oké, dus wacht. Nee, maar dat is apart. Ik ben gewoon kring. Gewoon. Klaar. Kijk, Shano is verbaasd. Ze heeft zijn mond, valt onder hem. Zie je nou? Het leven is even. Het leven is even, hè? Ja. Oh, dus... Wacht, wacht even. Ja. Wat zeg je nou? Eindelijk wat je me zegt is... Ik zeg niet, je mag vreemd gaan naar Leeuwen. Dat zeg maar niet. Maar dat zeg wat zeg je dan? Ik was maar wat Dominicaanse Republiek, je tijd met dat, neem condooms mee. Ik ga er gewoon zeggen. Dat ben je even. Nou, waarom? Kijk, gewoon. Ja. Wat zij tegen mij kan zeggen, kan ik ook tegen haar zeggen, toch? Ja, maar hij is wel gelijk. Hij is wel van de gelijke rechten. Want Junum kon Chastiki. Jij moet geen Siki voor mij brengen. Maar niet alles is een wedstrijd, toch? Nee, klopt. Maar ik zie ook niet als een wedstrijd. Maar je moet geen Siki voor mij brengen. Kan jij voorstellen, Martin, dat je tegen je vrouw zegt. Of dat die go bij de condoom. Zeg, baby, Lukudja, je gaat op vakantie. Minotak dat hij vrij, maar. Ik koop een kogel voor haar om de ketting te doen. Het condoom. Bro. Dat vind ik dat jullie niet openlijk zijn, maar je moet kringen. Bro. No. Kijk, luister. Ik ben gewoon de vraag, kijk, de vraag. Amman is bij Yamakuku toen, hè? Ik ben niet zo. Dat ik die vrouw wel zie van, hé, je bent een man en je bent helemaal dom, je weet maar nooit hier. Niet dat ik zo ben hoor, maar ik kan gewoon zomaar dat ze zo... Maar dat ik tegen mijn vrouw ga zeggen, nee, dat is big. Ik vind dat big. En dan ben je echt zelfverzekerd. Ja, maar je hebt ook van die vrouwen, ze zeggen je niks. Ze gaan gewoon ziekie daar halen en dan pakken ze jou gewoon erop. En dan ben je... Het is hetzelfde eigenlijk, vind ik. Want jij gaat dan doodgaan eigenlijk. Yeah. Okay, ze houdt zoveel van je dat ze gewoon gaat kieren. Oké, dus Arki. Dus wanneer jouw vrouw op vakantie gaat, toch? Met vriendinnen. Ja. Geef jij condooms mee omdat je niet dood wil gaan? Mijn vrouw gaat niet alleen op vakantie. Dat zijn de takatoren die eigenlijk. Mijn vrouw gaat niet alleen op vakantie. Sowieso niet. Maar als je realistisch wil zijn, dan is dat het gewoon. Ja, ik weet niet, man. Jij leeft in de Matrix of zo, man. Ik weet dat je dat kreeg. Nee, Matrix. Hey, man, Revolution. Hij is mijn vaker. Fijn in bakken? Deflin, man. Deflin. Yes. Lek duivel, zeg maar. Bijna. Is een pure voeten. Heb je die scenario gehoord die we uitleggen? Ah, apart. Heb je gehoord wat hij vertelt? En deze mensen zeggen, nou. Hoe denk jij daarover? Bij Lava denk ik gewoon van, je moet echt sterk in je schoenen staan. Zelfverzekerd zijn. Om dat te kunnen doen, man. Anders, zie jezelf dat doen. Je vrouw zeggen... Dat is zonde. Ik zeg je eerlijk. Op een test ga ik zeggen van, heb ik condooms mee of zo? Oh ja? Ja. Ah, dat is jouw systeem. Mee. Ja, toch? En dan zegt ze, van, ja, drie. Ja, toch weet je. Dan look at mannen, oh. Oh, oké dan. Hard gebroken. Maar dan kijk ik oké, dat ben je, is goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar liever niet. Oké, wow. Ja. Ja, man. Maar het is, je moet sterk zijn, man. Je moet sterk. Jij voelt die Tori helemaal niet, Marciano. No. Ja, maar waarom weet je niet, maar weet je waarom ook? Kijk, ten eerste, ik zou er al zoveel moeite mee hebben als ze alleen op vakantie zou gaan met vriendinnen. En dan is het niet eens vanwege het feit dat je er niet vertrouwt of zo, maar het feit dat ze daar gewoon alleen is. Snap je wat ik bedoel? Ik hoor je, sowieso. Ja, zoiets bouw je op. Je weet, als een vertrouwen moet sterk zijn. Mannen zijn jeners en vrouwen van,
mannen van het buitenland. Helemaal van vrouwen die... Bro, ze ruiken dat. Ja, 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 ze ruiken die, dat. Die gasten. Ik noem Dominicaanse Republiek, maar in Suriname heb je ook. Die loeren, die meisjes uit Nederland, die zijn er helemaal naar gevormd. Die praten als, hoe heet mijn man van daarnet? Die ambassadeur? Zelfde woorden, daarom zeg ik. Zelfde woorden als hem gebruiken ze. Ze is er al in gewoon. Ja, ze is er al in. We snap dat man. Maar niet bij de Surinamers. Ja? Niet bij de Surinamers. Nee, 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 nee. Nee, klopt, ja. Maar al moeilijk, man. Ja. Al moeilijk. Een man is nog lobatory. Schreef, schreef. Dat zeg ik. Vertrouwen, toch, is nummer 1. Ja. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Want anders gaat ze jou ook niet loslaten. Oké. Je hebt helemaal gelijk. Het gaat om vertrouwen. Vertrouwen. Maar wat gebeurt er met jouw vertrouwen als... Tuurlijk ga ik het voelen. Ik ga het voelen. Maar ik zet mezelf gewoon eroverheen. Yeah. Waarom doe ik dat? Omdat ik ga mezelf niet in die positie zetten. Van, hé, Sang, hoe zou je doen? Nee, we bellen toch? We bellen toch video. Al is er nu gewoon misschien... we bellen video gewoon... Ik zit alleen. En dan als ik ophang, is er met iemand anders... Ik heb gezien dat ze alleen is, dus ik hoef mijn hoofd niet te gaan bloot. Dus op dat moment is het uit voor jou gewoon? Tussen jou en je vrouw, is het uit? Nee, het is niet uit, maar gewoon... Je doet je ding gewoon klaar, jij geeft mij die vertrouwen. Als jij gaat liggen, je doet mij niks, je doet jezelf. In een legi, je legi srevi. Ik ben wel heel benieuwd naar Sapse mening, man. Ik zeg je eerlijk. Mijn mening? Ja. Kom even, alsjeblieft. Denk me op even. Atori de Spangunu, wat ik hier zie, hè? Atori Spangunu. Ambassadeur voor Sani? It's a beautiful thing. Suriname. Suriname. Hey. Heb je gehoord wat we hier bespreken? Maar heb je vooral geluisterd naar de antwoorden waarbij hij voor mij het meest toffe antwoord, en dat vinden de rest ook allemaal, waar hij zegt van luister, ik geef ook condooms mee aan mijn vrouw. Zeg van Lukoja, daar ben je in ieder geval safe. Ik vind hem sterk hoor. Zie jij zelf dat ook doen? Nee. Ik heb een ander band met vrouwtje en ja. Vrouwtje kent me goed genoeg en vrouwtje kent mijn achtergrond. Dus bepaalde dingen bespreken we niet. Ze kan naar mijn gezicht kijken en ze begrijpt alles. Ik ben niet iemand die gaat zeggen van nee, je kan niet op reis gaan met vrienden of zo. Ja, ga maar, doe je ding. Met condooms? Ik zal niet zeggen waarmee. Ik zeg maar ga en geniet. Be careful, snap je? En dan, wanneer ik zeg be careful, dan geef ik toestemming, maar geen toestemming. En geen toestemming weegt daar zwaarder. En aangezien ze weten hoe ik in elkaar zit, kijk, natuurlijk als een vrouw iets gaat doen, ga je het niet weten. Nee, toch? Maar nu sla je de spijker op zijn kop. Snap je? Want dat is heel die tory. Wij praten nu zo openlijk met scenario's en shit, maar dat is het enge. Precies. Een vrouw, wanneer ze het doet. Precies. Een vrouw hoeft maar een knipoog te maken en ze gaat dat vrienden. Je gaat het nooit weten, maar de manier hoe ze het doet. Laat me één ding zeggen. Liever weet je niet. Want if you're lobbying, kan de jokiri, you srefi. Niet alleen om de daad. Neem maar Arki. Nee, dit is het wildste scenario. Maar niet alleen om de daad, maar de manier hoe. Dus al die tijd ga je denken, God, dus al die tijd. Kan je voorstellen dat je vrouw aan een ander man's piemel ruikt? Dat ze het zo zet, zo gewoon. Dus. Kijk, het is eng, hè? Sinds je de sfeer. Heel de sfeer veranderd. Maar ga je niet crisis zeggen? Heel de sfeer veranderd. Kijk, ik heb geen vrouw, dus ik kan die voorbeeld makkelijk maken. Maar allemaal broeien direct. Nee, kijk. Maar daarom... Was een voorbeeld, hoor. Nee. Ik word niet para, man. Wat dat ding ook is, omdat ik, ja... Maar je bent een kranja, dat wel. omdat ik me... Kijk, mijn pota anuna faya gafro, maar toch niet wat ding. Omdat... Oké, goed zo. Ik weet... Zij kent mijn policy ook van... Hey, als je denkt dat je dat goed kan... Oké, okay. Nee, moet je letten uitpraten, ja. Als je dat beter goed kan... Misschien kan ik het niet beter, maar... Mina voep goes. Nee, maar wij kunnen er niet mee omgaan. Ja. Wij kunnen er niet mee omgaan. Zelf deze zelfverzekerde alpha Mendingo over hier. Precies. Hij zou het ook niet kunnen handelen. Natuurlijk niet, maar ja. Het heeft me wel hard gemaakt gewoon, want waarom ik dat... Heb je het meegemaakt, Wiemann? Ja. Oh, waarom ik het zeg? Dat verklaart de hoop. Waarom ik het zeg? Is zelfoverlevingstactiek. Waarom ik het zeg, gewoon toch? Hey, credits, man. Ik heb eigenlijk. Dus. Wel in mijn jongere jaren, hoor. Ik ging eigenlijk met een vrouw, toch? Ze had een kind, ik had nog geen kinderen. En ik kende haar zoon eigenlijk gewoon
vanaf 3 maanden. Oh, the one that. En uiteindelijk betrap ik erin de eigen osso. Ondankbare. Denken van, hey, dus zo zijn vrouwen. Is je toch? Ja. Dat heeft mij gewoon keihard gemaakt. Zo zijn vrouwen. Loco, ik ga. Super hard. Mijn eigen trauma, meid. Ben niet trots op, maar gebeurt vaker. Dus een eigen trauma, meid. Ik luister naar het verhaal. Ik kies kant van die man. Ik word boos. Ik zeg, wacht hier. Het enige wat hij doet is hij werkt te hard. Fucking duivel, joh. Ja, ik kies kant. Is dat waarom je hier bent? Hij werkt hard. Ja. Nou, minder de. Nee, maar het is pijnlijk. Maar dat denk ik, zonder grap, dat denk ik aan van wat ik met haar doe. Ja. Denk ik, boy, if I'm a sabi. Dan gaat hij nooit trekken. Want ik ben, we hadden het over Alvin. Ja, maar jij... Alvin Acintori. Ja. Oh. Ik ben een echte visserik. Ja? Ja. Jammer dat hij er niet is. Nu wordt Bettela, man. Ja. Maar, maar zonder grap. En dan moet je daar achter komen. Dus check. Ik heb gelijk een vraag voor jullie. Je vrouw gaat vreemd. Is het iets wat je wil weten? Of niet wil weten? Ino Asabi. Dus. Oké, maar dan vraag ik ook waarom. Wacht, ik kom bij. En dan gaan we schakelen, ja? Mm-hmm. Ik wil altijd eerst de antwoord eerst. Je vrouw gaat vreemd. Ja. Wil je het weten, wil je ervan op de hoogte zijn of niet? Voor mijn zelfverzekerdheid. Ja. Duidelijkheid is belangrijk. Dus jij wil het wel weten? Oké. Ja, duidelijkheid is belangrijk. Ja, man. Nee, man. Ik ook. Je wil het weten? En waarom wil jij direct op hem reageren toen hij zei hij wil het niet weten? Hij wil het niet weten, dan wil ik weten waarom. Ik wil hem alleen maar beter begrijpen. Ja, misschien kan ik er wat uit leren. Om uiteindelijk op de rechte pad te blijven. Want als ik het weet, dan weet ik dat ik naar rechts of naar links ga. Het gaat probleem worden. Maar je hebt jezelf al meegemaakt. Daarom zeg ik dat. Ik ben last pas even, die dame. Ik ben last pas. Uiteindelijk, mijn kinderen hebben me eigenlijk gewoon op die rechte passie gehouden. Mm-hmm. Maar zulke dingen. Nee, man. Check. Ik hoef het niet te weten. Check deze. Maar ik denk dat zij het ook niet wil weten van mij. Want ik denk dat zij dan ook helemaal gaat flippen. Als een vrouw echt van jou houdt en ze weet, je gaat vreemd of zo. Dus ze voelt zich schuldig, hè? Ja. En ze voelt zich schuldig en bepaalt van, Mogotega, maar ik kan niet zo leven met die man. Ik kan niet zo leven. Denk je van, bitch had het liever voor je gehouden. Denk je van, nee, maar als het in ieder geval heb je me verteld. Als het zelf zegt, heb ik er respect voor. Je hebt er respect voor. Hey, jullie, man, hey, laat, ik weet niet of dit camera shit is, maar jullie zijn wel heel erg... Noem maar serieus, nee, man. Jullie denken heel erg redelijk, moet ik je zeggen. Ik heb echt serieus zo over nagedacht. Gewoon van respect, zeg je me gewoon, dan kan ik meer respect voor je hebben om erachter te komen of wat, man. Als je het zegt, heb ik respect voor, man. Ik ga je achteraf je die credits geven, maar wij, stil. Ja, toch. Maar dan kan je gewoon nog steeds met diegene zijn. Gewoon, ze gaat vreemd en je gaat nog steeds met de verder gewoon van ai. Daar ben ik wel zo iemand. Nee. Ik ben niet puur toch. Ik ga vroeg of laat dan. We gaan het erop houden. Kijk, ik ben die guy toch. We gaan het erop houden. Van, hey, aangezien je dat gedaan hebt, nog spa wikidis, dan ga ik op de bank slapen. Dat is jouw payback. Je gaat op de bank slapen. Op de bank slapen. Nee, maar na die wiki, daar ben ik eigenlijk. Niet meer daar, man. Okay. Je bent meer gewoon van je trekt jezelf aan gewoon. Ja, toch dat gewoon. Ja. Want ja, als maar je weekend denkt, hey, pa jongen dit. Ja, man. Het gaat niet werken. Kan. Je weet maar nooit hoor. Soms dan bepaalt het moment dat je denkt, oké, ze heeft het toch eerlijk gezegd. Kontraai, maar boy. Wie is nou winkelig? Nee, gaat nooit meer dezelfde zijn, toch? Je gaat straks komen zeggen, bij die winkel, tijdens je die kar aan het stoten was. Yeah. Fout hier gewoon, snap je? Dus, dus jij ziet alles wat je ziet. Abukun doet, ik was aan je ziet van zaal, zo ging ik de bengen, man. Alles wat je doet. Ze zegt tegen je, goeiemorgen, babe. Dan zie je de lip zo, denk met die lippen, denk je wat je neemt. Het gaat, ook aan hoe je hem schat, gaat het niet. En daarom wil ik het niet weten. Daarom wil ik het niet weten. Begrijp je hem nu een beetje? Ja, ik begrijp hem wel, maar het liefst dat ik het weet, dat ik zeker van mezelf ben. Ja, als je mezelf zegt, heb ik respect voor hem. Ja, man. Dit is het, man. Ik heb er respect voor. Ja, man. Justens, je hebt gelijk. Daar wil je jezelf brengen. Daar ben jij.
Ik ben hier. Is goed. Dus ik ontving jullie hier en we hadden het over een hele hoop mooie relaties die jullie hebben en hoe jullie daarover denken. En aan het eind heb ik het toch een beetje realistisch kunnen trekken. Hè? Het zijn allemaal enge gedachten. Gelukkig is dat niet jullie realiteit. Mm-hmm. Jullie hebben mooie, gezonde relaties. Bless you with that. En by the way, als ze vreemd gingen, zou je het toch niet weten, want vrouwen zijn goed. Dus life's beautiful. Stop, man. Dat is een beautiful thing, right? Nee, ik ben jullie aan het lullen. Je hebt gelijk. Maar je hebt gelijk. Ik zeg je eerlijk, ze zijn de beste. Maar ik laat jullie dat zelf invullen. We hebben een award voor die man. Jullie hebben een award voor jou, man. Hey, guys, jullie zijn dope, man. Passion uit Den Haag als groep. En sommige van jullie komen ook uit Damsko, hoor ik. En Rotterdam? Oké, is een beautiful thing. Maar sowieso, Su is wat we representen. En ik vind jullie dope. Ik ga jullie alles checken van Passion. En waar kunnen we dat doen? Wie kan dat het beste verkopen? Jullie mogen aanschrijven. Marciano, aanschrijven voor mij. Jij zou eigenlijk... Hey, laten we dit met z'n allen afsluiten, sowieso. Komen jullie hier staan, dan ga ik dat ding... Ja, blijf zitten. Passion. Waar kunnen we alles over Passion vinden? Alle socials, YouTube, Instagram, Twitter, Passion Urban Cabina zijn we te vinden. Spotify, overal. Passion Urban Cabina, je ziet ons direct. Is er nog iets dat we moeten weten? Onze nieuwe Afro Medley is uit. Ja. Onze Afro Medley, clip, alles erop en eraan. Dus ga dat checken, ga het streamen. Weet je, geef ons love, man. Hey, Passion, leuke jongens, man. Marciano, Martin. Safiro, Devlin. Lava, Manfaya en die andere homie Elvin is net weg. En jullie allemaal, hè? Grote groep, hè? Ja, man. Check die boys uit. Als je hebt genoten van deze aflevering en sowieso Gilly's Love Line kan waarderen. In de description onder deze video kan je zien hoe je deze show kan supporten. Een voorbeeld daarvan is door een hoodie aan te schaffen. Kijk, ik heb daar nu toevallig een Rutu hoodie aan. Ik heet niet alleen Rutu. Rutu staat voor Wortels en Roots. En iedereen die trots is op zijn achtergrond en kan waarderen wat de voorouders hebben gedaan, kan dit dragen. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Ga naar gillysloveline.nl. Hey, zoals ik altijd zeg, if it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah. It's a passion thing. It's a passion thing. Hippie. Ah, heren, dope. Ja, man. Dope takkie.